The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, ik zeg het al, u heeft Als het ergens over moet gaan. Zijn de listes. Not the face! Schrikkers op kun onderdanig. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welcome to the AA! Onze gast vandaag kunnen we zonder verpinken Cabaret Royalty noemen. Samen met zijn broer Mish maakt hij sinds 1987 deel uit van het cabaretduo Comilfo. in 1992 werd hun vierde theaterprogramma Plank bekroond op het Cabarettenfestival in Rotterdam. De jury had het over een perfect duo met een grote toekomst en dat was hoegenaamd niet gelogen. In 1993 zag Mark Uiterhoeven een optreden van de jongens... En nodigde hen uit om mee te werken aan zijn tv-programma Morgen Maandag. Ze zongen elke aflevering een muzikale inleiding en voerden ook sketches op. Hierdoor werden ze bekend bij het grote publiek. In 2001 verschenen ze opnieuw in Uiterhoeves programma Alles komt terug, waar ze wekelijks een komische monoloog opvoerden. In 1998 speelden ze met een volledig orkest hun jubileumvoorstelling 10 jaar Comilfo, het allerbeste, en vijf jaar later. Werd het Antwerpse Sportpaleis uh, de plek voor hun 15-jarig jubileum? Op in feite, 2004, maar dat bleef even gezangen, mannen, maar dat mag niet. is podcast, het is live, het kan allemaal. In 2004 stonden ze als centrale gast op de Nekkanacht, de grootste viering van het Vlaamse lied. Want buiten grappig zijn ze ook nog eens begenadigde songschrijvers, wiens liedjes op zich stilaan ook klassiekers aan het worden zijn. Dat werd vooral duidelijk toen ze deelnamen aan Liefde voor Muziek. Het, uh, hij maakte zelf, onze gast dan, drie solo-voorstellingen: Bicht, jongen toch en zoon. Een groot lijf met een klein hartje, sterk als een paard, <tie> koppig als een ezel, maar zo kwetsbaar als een pasgeboren vogeltje. Met oneindig veel respect en liefde verwelkomen wij Raf Walschaerts. Dag Raf. Alex. Je ziet er goed uit man, ik kon het gewoon direct zeggen, ik Dank zag je. u binnenkomen, je, uh, je wordt aan het vertellen, want wat heb jij nu laten doen? Ik heb een, um, een, een, een maagverkleining light laten doen, dat is, iets, dat, is, dat is nieuw, dat is voor mensen met een BMI onder de 35, ik zat juist op 35. Oké. Okay. Ik begon ze wat onder de noten te trekken, ik was 110. Mm. En dat tot daar om. het was dat 30 jaar jojo, dat, dat mijn kloten begon uit te hangen eigenlijk. En dat, ik heb een vriend van mij dat laten doen en die heeft mij overhaald. Ik heb dat ineens in een, in een opwelling laten doen en dat is een super goede beslissing geweest. Je moet even in het slaap. Ze gaan binnen uh, langs je mond, langs je slokdarm. Ploeien je maag dubbel. Uh, ze maken een kleine maag. Ze dus doen er een nette knoop. Ze moeten niet snijden. Je moet niet in het ziekenhuis blijven. Je pauw je het terug thuis. Uh, ja, ik kan, het enige verschil is dat ik geen familiepak niet meer kan eten en twee uh, na nou, uh, een klein frietje uh, met een halve servla. En dat smokte even goed. <laughs> <Maar> <laughs> ja, ik, zijn, ik, zijn er, ik zeg niet dat voor hier niet zijn, dat zijn voor- en tegenstanders, maar ik ben er ja. heel goed mee. Maar dat is, dat is letterlijk, jij voelt dat je minder honger hebt, of dat je gewoon minder binnen kunt krijgen? Of ik heb, wel, ik kan minder binnen krijgen en ik heb dus rapper honger. Dus ik moet, ik moet eigenlijk om de twee uur tijd een banaan of, 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 of een boterham of zo. Maar ook dat voelt goed. Ja. Uh, een, een keer of zes eten per dag, maar veel minder, voelt beter dan, 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 dan wat ik deed eigenlijk... Zo veel mensen, veel artiesten kunnen... We willen een lichte maaltijd uh, voor het optreden. We, 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 daar, daar heb ik niet echt behoefte aan, eigenlijk. Om een lichte maaltijd. <laughs> van, mij, van mij mocht dat, uh, mocht dat een, grote, een grote schaal fritten zijn. Met, 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 met biefstuk En dan liefst nog een Blanche achter. En dan fluitend 20 minuten later op het podium. Meen ik dat? Dat vind meleke. ik echt ja. zot. Ja. Oh, mijn broer had er ook geen last van. Wij hebben, oh, we hebben er geen last van. Ik kan dat niet. Hè. Nee, nee ik, moet echt, uh, ik moet echt heel licht eten. En een paar uur voordat ik op het podium ga. Je moet echt, echt het gevoel hebben dat ik leeg ben. Ja. Dan, dan word ik ook zo'n beetje. Ik, heb hier, nou, ik, had het ja. voel, ik wou eigenlijk vol zijn als ik op een podium stond. Echt waar. En Waarom? Wat, ja, dat, wat, wat gaf dat, is... dat dan bij u? Dat weet ik niet, maar dat is een gewoonte. Hè? Want dat pakte mijn energie helemaal weg. Ja. Ik heb altijd, als ik, nadat ik gegeten heb, heb ik zo'n inkakmoment. Mm -hmm. En dat wou ik totaal niet hebben op het podium. Ja, dus... Alex. Eten is toch een soort van. Oh, misschien is verslaving een groot woord, maar in ieder geval een ongelooflijke uh, hardnekkige gewoonte. Zo die gewoonte om helemaal boom boom vol te zitten. Ik moest dat elke dag hebben. En, en ik, 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 jij maakt eigenlijk een rationele bedenking. Uh, ik kon dat niet doen, want over een half uur op het podium wil ik leeg zijn en wil ik geen dip hebben. Maar ja. ja, die ratio... Speelde bij mij dat ik had Daar, daar, daar had van. ik geen last van eigenlijk. Nee. Had <laughs> dat, dat misschien wat beter geweest? Maar ik was al te ver heen op dat vlak. Bij tafelen is zoiets belangrijk voor mij. Ik eet zo graag. Mm. Uh, ik zijn, ik, ik, de chance die ik heb is dat, dat ik in een snoeper ben. Maar dat ik een snoeper ben, dan heeft dat geen zin wat ik, wat ik gedaan heb. Dat is, uh, uh, dat is bij mij wel een groter probleem. Ja. Ik ben meer zo'n gast die zo s'avonds voor de TV. Hè. Dat is dat denk ik nu een tijdje al niet meer aan het doen dat er ook voor zorgt dat je toch ook weer. Hè, het is niet dat ik 10 kilo kwijt ben, maar je ze toch weer een kilo of twee, drie gemakkelijk kwijt. Door niet zo voor de tv nog wat chips erachter te proppen. En, want ik ben ook echt zo'n. Uh, ik kan soms van die aanvallen krijgen. Dat ik bijna zo zeg. Eerst chips. ah, Nu is mijn mond allemaal zout. Nu moet ik iets zoet hebben. En dan je er nog wat zoet nee, achter. Nee, en zo. En op den duur, ja, prop je je eigen helemaal vol. Maar dat is ook laat s'avonds. Waardoor dat je dat uiteraard ook helemaal niet meer verbrandt. Je krupt dan in je bed en dan... Ja, ja. Vol. En ik voelde mij ook altijd slecht als ik s morgens opstond. En ja. Ik vond dat ook echt niet tof. Ja. Dus uh, ik ga ik, ik, ik liever met een klein beetje honger slapen, dan dat ik s morgens denk van, ach, maar ja, nu, uh, nu kan ik iets goed eten. Met honger dan slapen, oh, Ja, dat is een horror. Dat is verschrikkelijk, ja. hè. Kun je dat echt niet... We stel dat we dan nou toch zo die steak, dan blanche, alles opzetten. Is dat iets dat je fysiek niet meer kunt? Nee, nee, dat kan ik nu niet meer opeten. Dat gaat echt niet. Dat, nee, dan, dat, nee u, dan, dat, dat gaat echt niet. Ja. Maar dat voelt niet als, uh, je, je denkt, na, shit, kut, dat gaat niet meer. Maar dat, dat, voelt, dat voelt niet, maar dat voelt gewoon dat je genoeg hebt, hè? En dat je genoeg hebt, heb je genoeg en dan is het blij dat je kunt je stoppen met eten? Hè? Dat is zo, hè? Maar als je een Bourgondier zegt, konden konden wel zo je overeten. Er zat wel een, een vreugde bij Zo'n over. Zo pinspan, dat is niet leuk, Morris. maar dat. Je weet He, wat ik wil zeggen. Absoluut. Uh. absoluut. Dat's, en en dat is heerlijk. Maar, dat kunnen natuurlijk. Dat heb ik nog altijd, André. Uh, genoeg is genoeg. En, en iets te veel eten is nog altijd. Oh, oh jongen, jongen, jongen. Dat was goed. Ik bedoel, dat, dat, dat is niet je weg, hè. Maar, ik ben een rapper. Mm. Wanneer je ook, eigenlijk ook goed, minder eten dus hebt. Ja, je eet ja, minder. Ja. En ja, gewoon uh, eten is super. Maar uh, te zwaar zijn is gewoon niet plezant. Hè. Glein, uh, en nee. en ik, ik, ik heb geen. Uh, minderwaardigheidscomplex. Ik, ik kan vuil, vind ik, maar mijn eten beheersen, dat kan ik niet. Dat heb ik toegegeven aan mijn eigen. Uh, <laughs> dat is ik, ik ben al, al, al 40 jaar bekend, of, of laten we zeggen 35 jaar, om diëten en terug te komen en diëten en terug te komen En dat is zo moeilijk. Ik ben gestopt met drinken al lang geleden, ik ben gestopt met smoren, ik ben, Je kunt met alles stoppen, maar je kunt niet stoppen met je eten. Dat is het moeilijkste dat er is. Hè? Mm. En dit is. Je kunt dat ook op een zwaardere manier laten doen, met een, met een bypass en nou, daar moet je vitamine bij pakken en dat is, dat is voor mensen die echt 40 kilo willen vermageren ofzo, maar dat is, voor mij, mij was dit perfect. Want wat er jij nu kwijt? Hoeveel, 18 kilo. Ja, dat is toch ook al wel wat hè? ja En ik moet nu, ja. merk ik, dat is een half jaar geleden ongeveer, nu, ik, moet, ik mag niet eten wat, wat ik wil en ik let nog altijd wat op mijn eten, maar het ah. gewoon veel gemakkelijker. Ja. En kon ook beter performen dan? dat? Ik zal maar iets zeggen, langer noten, noten, whatever, minder moe. Ja, ik kan gewoon meer aan op een dag. Dat is echt waar. De, ik, ik, ik zit minder... Ik, ik dacht eigenlijk... Toen moet ik, ik ben ik uh, stil zo'n oud ontwerpen of ouder ontworpen omdat, omdat, hmm. omdat, omdat ik dacht van, oei, moet ik na nou eerst een repetitie gaan doen, en dan nog uh, uh, daar uh, even iets gaan zeggen, en dan nog uh, gaan soundchecken en gaan optreden. Van, oh, het God, dat is toch veel ontworren. En dat is weg. Ja. Alleen dat voelt anders. En ook op een podium, 18 kilo, een hey man dat voelde ze. Ja, dat zal wel zijn. Echt waar. Minder zweet. Minder zelfs, zelfs 5 kilo voelt al. Hey. Als je het ja. recht zo wat al af is ja. en je voelt al van. Oh, ja. dat, dat je je schoenen vastdoen eh, of aantrekken en je zit al zo. Ja, ja echt waar. Ja, dan weet je al van. ja, ja. fuck, deze ja. is niet goed. Hey. Ja, dus. En, en, en wij spelen. Snel. Jij ja. speelt met een microfoon in je handen, denk ik. Ja. He, maar wij ja. spelen met zo'n klein microfoon dat, dat op ons ja. kak geplakt is. Ja. Dat kun je niet ontsnappen. He. Dus nee. je, op het moment, ja, ja. moment dat je even wat, wat deurgezongen hebt, deur gezongen, dan zitten er nog wel een, een minuut of twee. Ja, dat, ja, ja. Kun je, dat kun je niet ontsnappen. Dat is, dat is waar, uh, En ja. dat is minder. Ik kan die zo even uh, hier houden. En zo, nonchalant of hier. Zo, en zo, en hm. Die in diepe, die, die krijgen ze toch niet mee uh, op het ja. podium. Maar dat is wel waar. Ja. Je voelt dat wel. Dat enorm verschil. Ik had dat met een band ook heel hard. Als we moesten zingen. Als ja. ik zo zwaarder stond. Dat gevoel van, mij hè zo ik, ik dacht, ik kon nog eens even zot meedoen op de muziek, en dan gaat het terug beginnen zingen, en je denkt, wauw, mijn naden is er gewoon helemaal niet. Ja, echt. En als er zo wat kilo's af waren, dan was dat er wel. Allee, dan, ja. Dat dus ja, je voelt dat, toch, dat dat toch heel veel doe Is Michel iemand dat er last van heeft? Veel minder. Minder, minder. dat is een matige mens op alle vlakken, mijn ja. Broer. Ja. Die, die drinkt ook geren, die doet doe allerlei dingen uh, maar met mate. Ja. Uh, en ik ben altijd zo juist degene die dat dan iets te veel doet. Dat is altijd zo geweest. Dat is altijd zo geweest. Houdt dat mekaar bij die evenwicht? Of is dat? De, of? Mm. <laughs> dat, <laughs> nee, ik denk dat wel. Nee, Ik denk eigenlijk niet. We zijn alle twee, twee echte Bourgondiers, maar ja. ik, ben een uh, een Bourgonder die iets te Bourgondies, iets te Bourgondis is. <laughs> Wat, waar kunt u dan het meeste plezier mee doen? Dat je echt zegt van. Uh, in de tijden dat je zegt, ik prop mijn eigen vol. Wat, had dan, wat zijn dan zo dingen waar je gelukkig van wordt? Mijn, mijn lievelingseten, en dat mocht de smoeder uh, al. Ja, ik weet niet, 50 jaar of zo. Mm -hmm. Ik zijn namelijk nou, 55. Um, dat is. Uh, witlof in Hensprolikers met Kaashaus. Oh. Maar niet lekker of wel? Lekker? Oh man, jawel, 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 jawel. Dat is, dat is eigenlijk, ja, mijn vrouw mokt dat ook. En ja. dat is altijd een hele grote glimlach op zijn gezicht ja. als ze binnenkomt en er wordt gezegd dat dat, dat is. Ja, wel. En dus ik ja. heb dat al een paar keer in een interview gezegd. Dus met het, met het gevolg dat als wij ergens komen in een bepaalde tranters, dus dat, dat, dat dat dan klaarste. Wel, als een moeder dan mokt, dan at ik, want helaas. Ja, ah. is... ah, Miljarden krijg op slag, jongens. Dat wordt toch goed gezien? Oh. Ja, dat is het beste dat er is. Maar wel, van, van zo'n rolletje had ik er acht. Oké, okay, dat is wel en een respect. Dan, ik, ik en, het, en dan dat is wel dat is veel. en dan wist dat, moeder, dan lag de, dan, dan lag ik, dan ging ik een, een uur op de zetel liggen uh, kon ik niet aan tafel blijven zitten dan moest ik in de zetel gaan liggen om, om terug mensen te worden. Uit te buiken. Uit ja, ja. buiken. En, een uur of drie later, toen ik naar huis reed uh, had ik er nog twee. Ah. Ja, dat was mijn score een stuk of tien. Puree erbij ook? ook maar, we, ja, maar puree, maar uh, weinig. Uh, niet, uh, niet de fout maken van constant puree eten, want dat is zonde. Ah. Ja, gewoon als klein smoksje erbij, een beetje puree, maar vooral genieten van het kunstwerk. Dat, dat is zonde, want elke, ja. elke lepel puree is hier een rol dat je lot liggen. Ja, voilà. <laughs> nee, maar dat is hè Alex, dat is hè ah, wel, en dat is nu, dat is nu veranderd, man. En nu, nu, nu is hij hier een rolletje zo. In een rolletje? Hier, dat we, mag, dat ga je maximum nu... twee. Als ik puree pak of zo, maximum twee. Ja. ja, dat is wel serieus. Verschil. Dat is een groot verschil. Want bij mij is dat normaal twee. Dan zink ik wel klaar, normaal. Wel, ja, maar ja. het woord normaal is hier op zijn plek, denk ik. De... <laughs> oh man, hoe is het eigenlijk met jullie nu momenteel? Want het zijn natuurlijk voor iedereen geen optredentijden. Hoe vult u een tijd? De laatste maanden hebben we het eigenlijk eerlijk. Uh, druk is het woord niet, want we zijn gewoon niet aan het spelen. Dus dat, mm -hmm. dat is dus zoveel tijd dat vrijkomt. Maar we zijn wel bezig met van alles eigenlijk. We hebben een aantal projecten gedaan, zoals songs geschreven vooral. Voor de Stad Gent een nummer geschreven. Uh, dat was fijn om te doen, opgenomen. Uh, eigenlijk gisteren niet heel maf meegemaakt. Um, vorige week schrijven we lied, uh, een ode aan een Belgisch muzikant. Uh, een ja, uh, op, opdracht van, van Radio 1, en wij kiezen Chris de Bruine. Uh, we zitten dan de hele week alleen. Want te schrijven we hem dat nummer af. En, en hier gisteren en een dag ervoor nemen we dat op in de studio. Dat nummer is af. Dat wordt uh, gemixt. Gisteren werd dat gemixt. En ik, en ik zit in de notto gisteren en ik hoorde dat er Christ gestoven is. En dat was wel even surrealistisch. Ja. Heel maf. En dat lied ik like, nu zo daarover te gaan, Ben Al. Dat is heel, heel maf. Ja. Dat is een zotte timing dan. Kom, echt, echt bizar. Wanneer komt het uit? Wanneer brengt het ja, Ik denk dat, dat uh, uh, volgende week, uh, de perfecte uh, binnen, tijd een, paar binnen een paar dagen, ja. komt dat uit. Ja, ja, ja. helemaal ja. af van het gezicht zo. Ja. Oké, okay, Ode on de Chris. Uh, dus je zei er heel veel over ontbabbelen. We hebben er vroeger veel mee samengespeeld. Uh, ook in trio, veel cafékens en zo in de jaren negentig heel veel dus je zit dan herinneringen te ophalen en dan dan ja, zeggen en dan proberen die essentie te vatten en dat dan in de licht te, te, te kunnen steken en zo dan komt er wel aan dat dat hoort dat meest is nou ja. ik wist dat het me niet goed was. Maar... ja wij kennen die is dochter heel goed ah, ja, okay. Hanna dat is zo'n meisje dat uh, we hebben nooit nog eens een workshop gegeven in een trix dat was zo'n soort metal band camp voor jonge jonge huh. muzikanten en zij was een zangereske erbij het was ook al jarenlang dat hij naar mijn shows kwam kijken, want ik ken die echt als 12, 13-jarig klein drolletje zo, dat een cd van haar papa aan mij kwam geven, omdat ze zei: ja, die vindt u leuk en ik moest die CD geven. En sindsdien ja, kennen wij die eigenlijk al lang, dus ik wist ook dat het al heel. Hè, want ik denk dat hij Alzheimer had of zo. Dat was, dat was slecht. Hè? Het was al een tijd echt, echt zwaar achteruit aan het gaan nemen. Ja. Dat weet ik wel. Want ja. ik heb hem nog eens gezien in The Joker, denk ik. een jaar geleden is hij er nog geweest. En die was heel lief, maar ook heel verward, zo gevoelde wel. Ja. En uh, ja, Hannah was al een tijd aan het zeggen dat dat er serieus mee achteruit aan het gaan was. Dus ja, Het Gelees... verschoot niet als het gebeurt. Nee, maar, niet. maar ik vind maar... ook, omdat, omdat jij dan ziet, uh, je leest heel veel, zeker als het over Chris De Bruyne gaat, wat voor een enorme rebel dat dat was. Uh, en dat is altijd, zeker als je wat jonger bent, ja, dan lijkt dat meer een klein kunstenaar. En dat associeer je zelden mee rebels. Maar wat was eigenlijk wat je vindt zo, zo ja, nou echt een rock'n'roller in zijn tijd maakte? Uh, wacht, dat is een moeilijke vraag, vind ik. Waar, waarom heb je gekozen om er een ode om te brengen? Dat je iemand kon kiezen, waarom met je hem gekozen? Wat vond je daar zo cool aan? Omdat, uh, ja, dat is, een, dat is een heel algemeen antwoord, maar ook altijd een juist, vind ik, omdat in ons raakt met, met wat, wat, wat hem doet. Ik vind zelfs het rebel gehalte Redelijk los begrip eigenlijk. Uh, ik heb daar mm, relatief weinig mee ofzo. Uh, uh -huh. Authenticiteit ofzo, dat is misschien een betere, uh, betere omschrijving. Uh, Chris de Bruyne kon, uh, dat er waren veel Chris de Bruyne's al om te beginnen. Uh -huh. Veel gedantes. Maar, zo die, dat, dat cliché, een ongelooflijk cliché van uh, een ruwe bolster en een blanke pit. Ja, dat, dat was echt, uh, dat was echt hij vond ik echt. Die twee waren het altijd samen. Mm -hmm. Als je alleen een ruwe bolstrijd en geen blanke piet, dan zoek je, je erop op samen, vind ik. Ja. Alleen een blanke piet is onverdraaglijk. <laughs> dat verdient slag. Die geven maar rammel. Blanke pieten. Maar, uh... maar, die, maar die... Wat, wat, wat is er ook een rol en wanneer is er ook een rol? Nee, uh, je dat vaak in Omdat dat ze echt zo terugkwam in de artikels. Iedereen is dus er echt nu over ons en dat komt zo naar boven. Daarom dat ik het eigenlijk uh, oprakelde. Ja, Chris Bruyne was iemand die, die uh, absoluut geen blad voor zijn mond nam en, en durfde polariseren en meningen nebben en meningen die ook konden uh, wisselen. En uh, dat was niet altijd een gemakkelijke mens uh, in, in de contacten die wij met hem hadden. En we hebben wel redelijk wat samengespeeld met hem vroeger zo. En dat was uh, bijna altijd fijn en soms even heel moeilijk. Uh, er kwam ook heel vaak veel drank bij te passen, gewoon zo simpel is. Is dat dan bijvoorbeeld Rock'n'Roll? Dat, dat, dat is voor mij niet de essentie van wat hij geweest is of zo. Nee. Dat vlak, dat, 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 dat is wat veel mensen associëren met Rock'n'Roll denk ik. Zijn wispelturigheid en soms zijn drankgebruik en zijn, soms, uh, zijn, drank en zijn middelvinger dat hem omhoog stak. En, nee. en, en zijn niet houden aan dat afspraken uh, van repetities soms in te laat komen. Bedoel, de Chris was een beetje een, een ongeleid projectiel, denk ik. Mm -hmm. Maar dat is niet de essentie van mij. Waarom had hij van mij een roll? Was dat hem in bepaalde leekes echt iets heeft kunnen... Arme Lolita van Over het Veld, kennen we dat nu? Nee, nee, nee. Nou, maar, maar... Ja. Zeg maar zo. Maar? Ja. Ja, dat... dat uh... Een onbeholpenheid, een, een, een kompasse, een onbeholpen kompasse, een mededogen en, en, en die ruwe gast die dat duidt, die dat zingt, dat, dat is voor mij veel meer uh, rock'n'roll dan, dan ja. die randverschijnselen of zo. Maar ja, ik, denk dat, uh, ik denk dat ze vaak ook, als ze zeggen over iemand dat een rock'n'roll is. Om het, om het zo wat kort door de bocht te zeggen, is dat heel vaak gewoon dat uh, eh, als je kleinkunst hoort of dat, dat klinkt altijd al zo knullig en braaf. Wat is, je is dan... kleinkunst? Waar is ja, kleinkunst? Ja, ik weet het. I know. In Nederland betekent dat het al helemaal anders dan in België. Ja. Ik, ik, ik hou ook helemaal niet van die term eigenlijk. Ja. Dat is... Ik was Starics? ook nooit fan van de term cabaret als het ging over wat ik maak. Dan denk ik altijd: ik ben een comedian, ik zing geen een cabaret. Ik weet ook niet wat cabaret is. In mijn kop was cabaret Liza Minnelli, de Life is a Cabaret, zo'n met flossen op haar tepels. Terwijl dat het dan, in Nederland is dat dan een beetje een theatralere vorm van comedy, of noem het dan ook maar wat dat het is: met een liedje en een lach en een traan. Of whatever, als je het dan toch een, een naam moet geven. Maar ik denk dat, dat, dat Chris de Bruyne vooral meer werd geassocieerd met een, hè, zo een beetje hoe zeg dat zo wat een, een bravere, knulligere scene, waar dat hij dan niet de knullige in was. Okay. Ik denk dat dat een beetje de reden is waarom dat ze dat erover zeggen. Okay. Als ik dan toch maar. Want wat deden jullie ermee samen eigenlijk? ga ermee op dat waren dat liedjes van hem of deden jullie samen? Liedjes van uh, met, drie, met drie spelen. Uh, hij zat dan tussen ons in. Uh, en dan zonder veel voorbereiding, ofwel liedjes van hem, waarbij we backing vocals deden of stukken zongen. En, en hij zong mee met liedjes van ons. Ja, dat was één keer gerepeteerd en dan dertig shows doen of zo, zoiets was dat. Hè? Ja. Nooit op structurele basis, maar er kwam toen heel veel in de jaren negentig in uh, café Treffpunt in, in Gent. Oh ja. Ja, en ja. Uh, mijn liefs, die werkte daar toen, of mijn toenmalig lief, achter een toog dus wij kwamen er altijd nog wel optreden en hebben ook wel zorgen om dat al zeker een keer per week of zo en sowieso zo zijn een beetje gekomen ja. en dat was toch geen kleinkunst... ik klein kunst ik heb ook nooit het gevoel gehad dat wij klein kunst mochten <laughs> <laughs> terwijl dat misschien in de, in, de, in de perceptie wel zo is maar ik dat, ja bedoel zo grappig want nee niet grappig dat rokt wel of zo klein kunst toen dat woord ja. viel, ik zag zo bijna iets van ik weet het, Andries, maar uh, ik kan genieten van. Um, uh, nou ga Ik heb even niet ook roll rook mannen, maar ik kan genieten van de jonge Herman van Veen, bijvoorbeeld. Uh, de Herman van Veen van de jaren 60, begin jaren 70 vind ik de max. Daar zijn wij ook, ook mee opgegroeid als hadden dat die plaat. Wonderlijk, maar dat repertoire ken ik, ik heb nog altijd die, allemaal van buiten. Dat was dan Kleinkunst, maar dat had wel ballen voor mij. En ik kon dat appreciëren naast uh, de andere platen van mijn, van mijn pa. Naast Ray Charles, naast Elvis, uh, naast al de crooners, uh, King Cole, uh, Sinatra. Ik, dat zat allemaal, uh, dat, dat is wat mij muzikaal gevormd heeft. Dat is nog steeds eigenlijk mijn, uh, mijn voedingsbron. Kleinkunst, de echte kleinkunst van Mick en Roel. En, 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 nou, daar heb ik nooit iets mee gehad of zo. Daar, ik denk dat het ook maar een klein stukje was een klein modieus dingetje echt op, dat maar een, maar een aantal jaren bestaan heeft of zo. Ja. De dat mensen die dat... dat blijven doen zijn <coughs> gelijk, gelijk uh, Chris de Bruyne, gelijk Raymond, gelijk ook nog de Wilden en zo zelfs mm. zijn dat overstegen. Ja, het zijn wel allemaal gasten die stuk voor stuk hè, we, hebben de, hè, we hebben hier wel een aantal gasten gehad hè, die dat de Chris allemaal eigenlijk aanhalen. Zeker heel die die generatie van. Van, van mannen, gelijk inderdaad die aan de wilde Jean Blaute uh, Urbanus, allemaal gasten die stuk voor stuk Chris de Bruyne aanhaalden als een grote invloed of iemand dat ze heel cool vonden. Hè? Ja. Dus uh, je voelde wel dat, uh, dat, dat die, die dat alles behalve een soort knulligheid dat een term kleinkunst doet vermoeden. Zo. Terwijl dat, dat wel een ding is en nog altijd bestaat. Hè? Dat, is een af, dat was een afdeling in studio Herman Terlink, kleinkunst. Gewoon ja. toneel pakken of en ja. Kleinkunst moest dan, moest dan alles zijn dat vertrekt vanuit iets dat je zelf schrijft. En niet vanuit een script, zal ik maar zeggen. Of niet, je doet een toneelstuk of een tekst ja. dat voor u geschreven is. Maar als jij iemand wordt dat ze een tekst zelf schreef, dan was het Kleinkunst. Ja, de echte Kleinkunst van vroeger was heel moralistisch. Hè? Ja. Was echt in de jaren zestig. Met een opgeheven vinger. Ja, met, met, een, met een hele grote wijsvinger. Ja. Uh, en in die zin ligt er misschien wel een raakpunt met deze tijden die nu weer ongeveer even moralistisch zijn. Mm -hmm. Ik denk de de Christenbramen. Kun je kunt er van, van alles verdenken, maar niet van moralisme en niet van een, 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 een opgegeven wijsvinger. En daar mocht hem, denk ik, rock roll. Uh, als ik, nu, nu heb ik het misschien gevonden, Alex. Uh, daarom is de Chris de Bruin een rock'n'roll. Voilà. We zijn er. Uh, voilà, we we zijn er. Zijn er. Omdat no, een omdat hem, omdat hem, omdat hem wars van moralisme <laughs> was, omdat hem volgens mij dat ook uh, onmiddellijk uh, van tafel veegde. Of zo. Ja. En dat is wat dat mij ook, mij ook uh, aantrekt uh, bij hem. Ik, uh, ik heb het lastig met dat moralisme op het podium. Ik uh, begrijp het. Ja. Wat heb, jij, wat heb jij erover geschreven eigenlijk? Je een tekst gekiest om iemand te eren. Wat, wat waren de dingen dat jij er eigenlijk over gezegd hebt in dat nummer? Wel. Het, uh, we twijfelen. Ofwel is de titel 'de tijd dringt', want dat is heel maf. Uh, we gingen een nummer schrijven voor de Chris. En vorige week kijk ik in mijn, op, op mijn iPhone uh, in mijn 188 iDekjes, gelaats van uh, Rifkes. En, en ik, ik vind.

Uh, dus we hebben nu een lied dat de hele een tijd een hoek is. De tijd dringt, de hoop slinkt. De tijd dringt. Ik moet nog ongelooflijk gelukkig zijn. Ik moet nog schreeuwen van de daken tot de eerste vogel zingt. De hoop mm -hmm. slinkt. Uh, ik, 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 moet nog, ik heb, ik heb dag gedaan, ik heb dag gedaan, ik heb dag gedaan. En dan alles om niet alleen te zijn. En dat is een titel van de song. Alles om niet alleen te zijn. Ik heb alles gedaan, alles om niet alleen te zijn. We, dat is moeilijk om uit te leggen, maar, nee, maar, uh, maar, maar het, 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 het ja. lijkt bijna... of, uh, of Profetisch. Profetisch, zoiets, ja. ja. Als we dan de dag daarna hoorden dat hem gestorven was, dan voelde dat toch wel heel maf, eigenlijk. Ja. Toch een soort van... Soort van ja, oké. Okay, uh, dit, dit heb jij volgens ons betekend en, 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 en gedaan in je leven. Ja. En tegelijkertijd Alleen, klinkt het al bijna alsof dat je aanvoelde dat hem... Misschien, als hij er bewust bij was, in zijn laatste dagen zat, of zo. Zo klinkt het eigenlijk al bijna. Ja. De tijd dringt de hoop slinkt. En ja. Ik heb eigenlijk nog van alles te doen, maar het, gaat er, voilà. het lijkt niet meer alsof ja. het er nog van gaat komen. Ja, en het bizarre is ja. dat de, de tijd dringt gewoon drie woordjes die, waar die op mijn telefoon stonden in 2017. Dus zo, <laughs> hè, dat zo, zo, je zou, je zou bijna uh, spiritueel moeten worden. Ja. Dat zijn die dingen waar we er straks even beneden over bezig waren. Dat je soms iets verzint, dat je op de noop gooit, of, of iets mee probeert en denkt je: nee, dat wordt niks. En dan later pak je dat terug op en dan lijkt het alsof dat, dat altijd voorbestemd was om op dat moment er te zijn. Hè? Ja. Sommige van uw ideeën zijn er ook te vroeg. Dat is heel raar, maar je kunt dat soms hebben: dat, er, dat je voelt alsof dat je iets moet vertellen, maar je weet nog niet goed wat dat, dat is. Ja. En dan later valt er ineens een situatie waarin dat, dat perfect klopt. Ja, dat vind ik schoon hoe, hoe dat je dat zegt. Mensen vragen dat soms wat is inspiratie. Ik heb tikkels het gevoel. Er is iets, maar ik kan er nog niks over zeggen. Zo ik kan het nog niet vastpakken. Maar het gevoel dat, dat, je, dat, je, dat je iets gaat denken of iets gaat kunnen neerschrijven, dat de moeite waard gaat zijn. Ik moet eerst, ik moet eerst dat gevoel hebben voor ik het kan neerschrijven of zo. Dat zit ja. heel vaak. Ja, of je voelt, daar zit het. Zo, hebt het niet, maar daar zit het. Ja. Ja. Zo, dat is het ding dat mij na vastpakt, waar ik van denk: hier kon ik nog ooit eens iets heel cool over zeggen, maar ik ben er nog niet. Ja. Want dat is echt een proces, hè. Allee, outen jullie eigenlijk veel? Als jullie een voorstelling maken, spelen jullie heel veel vooraleer dat je in première heel. gaat of niet? Heel veel, jij, veel denk ik. Ja, 54. Ja. Ja. ja, echt veel, hè. Ja, ik heb dat ook nodig, hè. Ja, ik ook. Omdat. Ja omdat om dat optreden te communiceren is ja. en omdat je die antwoorden nodig hebt van dat publiek om te weten wat gaan doen ze ja. alleen die antwoorden niet echt, hè. worden die zitten te kijken naar je en geleest in die ogen en gevoeld, gevoeld of je op juiste spoor zit of niet uh. Allee, het is een, ik, ik vind dat gewoon een heel intensieve manier van repeteren tryout, ik zou het zo zeggen ja en dat wordt het meer en meer hoe langer dat je bezig bent, vind ik ook. Zo, hè? Als, je, als je begint, is try-out een echt... Um, ik ga met nieuwe dingen en ik wil niet op mijn bek gaan. En als je langer bezig bent, dan is het... Nee, nee, ik ben hier aan het zoeken wat ik wil zeggen. En golle, zet er eigenlijk alleen maar voor te voelen of ik op goede weg ben of voilà. niet. Maar het interesseert u minder... Als iemand komt zeggen, ja, hier hebben ze meer gelachen, of daar minder, dan denk ik, nee, 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 maar ja, ja. ik zat nog altijd niet waar ik wou zijn met ja, dat voilà, stuk, voilà. of ik heb nog altijd niet gehoord wat dat was, of, ja. dan, dan komt de rest allemaal ja. wel. En dat vind ik wel een tof gevoel, dat dat toch duidt op al even bezig zijn. Ja. Dat gevoel dat er ook métier in begint te komen, een ja, soort ja, vakmanschap, ja. Ja. dat niet alleen maar is van ja, in het begin lijkt dat precies of elk grappig ding dat jij verzint is zo. Oh, ik dacht het wel, maar het is ook zo precies half per ongeluk, of hoe ja, doe je ja, dat? Ja, of of ja, hoe komt dat? En op den duur voelde het, nee, het is dat werk. Hè. Het is dat je het van, en heel belangrijk ook wat jij zegt: communicatie. Omdat als iemand dan zegt, joh, doe dat toch gewoon online en doe toch gewoon zo, dan denk ik: dat is niet wat ik doe. Hè. Nee. Zo. Ik praat met een publiek en die praten ook met mij, ook al babbelen wij niet heel de tijd tegen elkaar, maar dat deed die, die vorm dat, dat wij doen wel nodig. Absoluut, ja, absoluut. En, en, en daarom is streamen nu zo, zo, zo moeilijk. Hè? Mm -hmm. Je hebt wel zoiets gedaan met Brussels Jazz, ja, ja, ja. klopt dat? Ja. ja. Hè? ja. Hoe was dat eigenlijk? Ja, dat was super om te ja, doen. Ja, dat is geweldig. Dat is, dat is een fantastisch orkest, hè? Fantastisch mm -hmm. jazzorkest. Dus, dat was even wel uh, overeind blijven voor die, voor die gasten met onze muziek. Dat was, dat was gewoon een, uh, toch nog eens een natalg. Ja. <laughs> maar dat, dat is wel goed gegaan, denk ik. Uh, ja, dat was heel veel energie. Hè. Als je met twintig man ongelooflijk kon spelen, dat is echt een hele goed ingespeelde jazzband. En dat ging wel om te streamen, eigenlijk. Uh, want een dag daarna hebben we een streaming gedaan, een soort bedrijfsoptreden van, van een uur <laughs> voor, voor 500 boekhouders echt <laughs> En dat was op zich uh, tof om te doen, maar dan we dan ja, veel liever hebben dat die, dat die 500 boekhouders die niet in niet een zaal zitten. Dan, dan zou het, dat zou, hoe dat, was dat dan? Maar hoe was dat dan mee? Hoe, hoe zag dat eruit als jullie er stonden Dat was in een soort tv-studio met, met, met vijf camera's en dat was. Dat. Ja. En een piano en een gitaar en, en, en een podium en, en gespelde leken en gezegd en je begint te babbelen tegen de mensen en je geprobeerd wat. De te breken, gelijk als altijd. Een mop, een mop vertellen over boekhouders, maar er lacht niemand. Hè. Dat klinkt echt gruwelijk. Dat is al wat ik kan zeggen. Ik snap, ik snap het, hè? maar Jesus Christ, ja. man. We doen, nee, niet, ik... we doen dat niet veel als Alex. Dat was nou ja, toevallige... dat... Nee, nee, Je moet me niet verkeerd verstaan. Je probeert van alles. Ik ben niet ge, ge, ik ge, voor, ge volledig mee met wat ja. dat je doet, maar ik heb dat ook, want ik heb dat zelf ook overwogen. Hè. Ik heb zo'n paar van die vragen gehad. Van ja, ja. wat voor camera's gaan staan en dat dan. En dan zijn er mensen die het wel live zien terwijl dat je het doet. Maar je ziet die niet en je hoort die niet. Nee, dat is echt heel moeilijk. Voor mij ging dat niet. Om het weten, jullie hebben ook uw nee, muziek. maar voor jou nog. kan en, dat eigenlijk niet. Jij hè? doet ook ja. nog muziek. Hè? Jullie kunnen ja. nog een lied zingen en met twee iets doen. Zodat je voelt van. Dat zou met een band zou dat eventueel ook nog gaan. Hè? Wat ook al raar is. Want wij hebben ook zo. Denk, hè, ik en Hennen Andries een tijdje terug hebben wij ook zo een presentatie gedaan. Alleen zo'n soort interviews. Voor zo'n streaming heavy metal festival waren dat dan. Zo allemaal bands die eigenlijk speelden voor niemand. Hè. Maar dan wordt dat wel live gestreamd en dan zien mensen dat. Maar dat was... ja, Al die bands achteraf gevoeld dat wel. Zelfs bij, bij, bij bands die al lang bezig zijn en die ook heel goed zijn in wat ze doen. Dat die toch zo'n soort zelfbewustheid kregen. Puur en alleen omdat daar niemand op stond te kijken. Dat die ook voelde van... Ener zei tegen mij, ik moest er heel hard mee lachen die zei, Hij hebt toch het gevoel dat je veel staat aan te stellen op een podium terwijl als, als er volk staat en reageert dan wordt dat iets cool he? ja, en dan geraakt het helemaal ontspannen hè? dan zit je, gewoon, dan zit je helemaal, helemaal mee in die vibe en dan zijn, zijn al je zenuwen en eigenlijk ook al je cerebrale reflexen weg en je gewoon uh, gezet, en dat is zalig om een optreden gisteravond mm werd op TV 1 een grote muziekspecial uh, opgenomen uh, in het Koninklijk Circus en Bart Peters presenteerde dat en dat was ja met verschillende mij zo rit en met Daan en zo en wij speelden uh, ruimtevaarder mm -hmm. uh, onze klassieker. <laughs> um, en, ja, en en het publiek waren waren andere artiesten dus we zaten misschien met tien mensen in het Koninklijk Circus wat er duizend hoeveel, Duizend, zevenhonderd ja, man kan zitten kan wel uh, bieden, uh, ja, yeah. uh, te kloppen mm -hmm. en, en, en enthousiast te zijn en dan, maar dan zie je ook gewoon iedereen zo enthousiast mogelijk in, vanaf, van, er wordt afgeteld, 5, 4, 3, 2, 1, go. Komt een in intro, komt en iedereen stopt door te zingen en te spelen, gelijk, gelijk, gelijk al een uur om toe te treden. Ja. En, en dat is een beetje met streamen altijd zo. Hè. Ja. Dat, dat blijft, blijft, het blijft een raar ding. Wat ik uh, tof vond, toen je zei van, joh, dat, dat, uh, dat jazzorkest waar je voor speelt, ik heb ook een interview gelezen waarin je gezegd ja, ik ben eigenlijk een autodidact. Hè. Ik bedoel, ik ben een muzikant, ben in het conservatorium, bla bla bla. Na al die jaren, als je zo hè, meer dan dertig jaar bezig bent, is dat toch nog, is, dan, is dat iets negatief dat je, dat je een autodidact bent? Als je voor zo van die, ja, bijna beroeps, de best of the best voelde voel je dat dan nog onzeker voor de zoiets nee nee, wij hebben iets wat die niet hebben? Ja, dat is een goede vraag, want um, die onzekerheid ligt wel op de loer. Maar er, um, dat kan ik goed pareren uh, bij, bij, bij mezelf eigenlijk. Uh, die gasten hebben ook ons nodig. Hè, de, om, om, dat, dat is op basis van onze songs, uh, onze muziek, die wordt door hun geherarrangeerd eigenlijk. En verjazzed voor een stuk. Lekker dan allemaal vier minuten duurt, duurt, dan tien minuten. Omdat er uh, zes minuten solos zijn, wat dat wij ook willen. Hè, dan, dan doen wij een stap opzij en dan we hebben vier minuten ontgenieten van een ieder van een zolen van van bijvoorbeeld. Mm. Dat, dat, is, dat is een fantastisch gevoel dat dat met onze muziek is en dat het overeind blijft. Um, uh, nee Andries, dat, is, uh, dat zijn twee verschillende werelden en als die samenkomen kan dat, kan dat fantastisch schoon zijn. Uh, de gasten waar wij in onze eigen band mee spelen zijn allemaal stuk voor stuk tien keer zo straf als wij hè, op ons instrument, zonder overdrijven. Maar die hebben ons ook nodig natuurlijk om van voor te staan en om, om om te bepalen wat we gaan spelen en wat we gaan zingen. Ja. Dat, is, dat is echt complementair. De... Ja, je hebt was soms wel... ook geschreven natuurlijk, hè. dat is ook een ding. Voilà, ah, ja. voilà. Uiteindelijk spreekt dat ook ja. voor zich. Hè. Als je een uiveren hebt, ja. waar mensen het ook de moeite van vinden om het te, te bewerken of een ander arrangement ja, 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 op te ja, tuurlijk, zetten, tuurlijk. Ja, jij hebt dat wel gedaan. Hè. Ja, en, en dat mm -hmm. is altijd in hun ogen heel eenvoudig, want mijn lekers zijn nooit meer dan zes akkoorden en meestal maar vier maar dat vinden die juist uh, vaak graaf, dat je mm -hmm. daar dan zo'n effect mee kunt uh, genereren en, uh, dus ja, ja ik, ik weet ook wel dat zo'n BGO zo'n Brussels Jazz Orchestra die, die uh, houden ook om uh, de, de moeilijkste compositie van, van Miles Davis dus te spelen, uh, heel uh, intellectualistisch en zo. dat is voor die mannen ook een grote uitdaging, dat is dit natuurlijk niet hè? Dat, is, uh, dat zijn gewoon Verschillende sporen dat zij kunnen bewandelen. Maar het was wel uh, dynamiet, het was wel vuurwerk toen we deden. De combinatie werkte echt wel gaaf. Is dat iets dat je overweegt van misschien iets terug te doen als er publiek in de zaal zit? Ja, wel, dat was een tour hè, die we gingen doen. We gingen, ah, al, okay. we gingen vorige ja. week beginnen met een, met een tour hè, van een 25-tal shows in de Roma <laughs> en in uh, en, en het concertgebouw in Brugge en overal. Uh, die is zoals alles een jaar uitgesteld. Hopelijk kunnen we dat doen. Hè. Ja. ja, dat hoop ik ook. Dat we binnen een jaar niet deze gesprek nog aan het voeren zijn, dat zou toch wel tof zijn. Ja, maar om even terug te komen op je vraag zo. Uh, muzikale kennis. Um, aan de ene kant kunnen niet overschatten, maar wordt toch heel vaak uh, door leken overschat. Hè? Je, je, je bent muzikant, uh, het verschil tussen autodidact zijn en echt conservatorium gedaan hebben, is, is, is in de praktijk kleiner dan, dan je zou denken, denk ik. Maar ik, zeker, ik ben. Uh, ik kan het zelfs niet uitdrukken hoe hard ik het nu eens ben, Mega <laughs> eens. maar maar er is nog altijd wel zoiets, je, zet, je, je zoekt zelfvertrouwen dat je nodig hebt, je bent al heel lang bezig. Wanneer voelde zo, want ik denk ik heb het ook nog eens moeten doen. er gaan heel veel mensen luisteren en zeggen ah ja, Komilfo, die zijn er altijd geweest. Dat is, want als je je bent al heel lang bezig, ja, ja. maar wanneer kwam dat ik wou, zo die, Want je, ik heb gelezen de beginjaren dat er eigenlijk bijna, ja, cafés en dergelijke ja. waren. Maar op een bepaald moment moet er toch een, een enorm Was dat zelfvertrouwen er snel? Dat, wel, daar denk ik vaak over na, eigenlijk. Want, even, zeg, jullie waren toch redelijk uniek. Want ik weet <hums> ten eerste keer dat veel mensen het zagen was op televisie. Hè? Wat uiteindelijk ook maar een klein deel van de carrière is. Ja. Maar dat was wel anders. Dat hadden we nog nooit gezien. Dus ik kan me voorstellen: de eerste keer dat je dat ontdoen wordt, moeten er ook blikken geweest zijn. Ja. Wat is dit? Absoluut. Nee, dat zelfvertrouwen is eigenlijk heel laat gekomen. Het, 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 de harmonie vinden, het, 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 het eens zijn met weigen, met wat je doet en daar ook rust in vinden en trots op zijn, dat duurt lang. Dus ik, ik heb heel lang, eigenlijk zeg nu, willen zijn eigenlijk. Ja, dat begrijp ik. <laughs> ik zeg nu. Ik zeg nu en naam, Alex, dat je bent. Maar ik ben, ik ben wel nee. serieus. Ik bedoel, uh, uh, het vergelijken met andere mensen op het podium, die waarom doen die dat en waarom doen wij deze en waarom spelen wij leukens en moeten wij niet dat doen, moeten we niet meer dat, dat duurt alleen. Dat was in ons geval het al lang geduurd. Voordat, voordat we echt uh, zeiden van oké, okay, dit is wat wij doen. En ik ben een voldoende. Vier, dat we toen dat en dat is nog niet zo lang dat, 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 dat we dat hebben. Dat is bij mij dan misschien dat is, dat is een jaar raar. vijf. Dat is eigenlijk <laughs> raar. Want ze dat, hè, jullie zijn wel een, een, een soort hoe zeg je dat, vaste waarde, hè, om het nog maar zachtjes uit te drukken. Uh, klinkt vreselijk, maar dat bedoel ik zo niet. Hè. Je, hebt, je hebt zoveel gedaan en je, ook, je hebt ook een uniek pad, want je zit eigenlijk ook nergens onder te klasseren. Je kunt zeggen, je kunt dat gaan bekijken en je hebt een avond goed gelachen. Maar er zit ook heel veel ontroering in. Er zitten soms ook gewoon. Hè, de, je, jullie zeggen soms ook dingen zonder dat het de bedoeling is dat je ermee lacht. En je hebt je eigen die vrijheid gegeven om dat allemaal te kunnen zijn. Hè? Ja, je absoluut. kunt echt kiezen dan te zeggen deze voorstelling, hé, hey, toevallig komt het uit dat er hier echt veel meer gelachen wordt om met een deze zitten we in een donkerdere periode en dan wordt de voorstelling ook donkerder. Absoluut, dat is echt zo. Wat, wat heel, heel mooi is om te zien. Maar ik denk, eh, waar de Andries ook een beetje naartoe ging, denk ik, en ik, ik vraag mij ook af, hoe begon dat voor jullie? Was er een soort idee dat je zegt van we smijten alles wat door elkaar, of was dat een we zien wat er gebeurt? Of hoe, hoe zijn jullie gekomen op, eh, de broers Walsgaard dat zeggen... Wij gaan met twee iets doen op een podium en we gaan zien wat ja. er gebeurt. Ja, we waren echt jong. Onze Mis was 16. Ja. Dus, en, en ik was 19. Uh, nee, dat is toevallig de invloeden van de platenkast van ons vader. Oké. Okay. Echt waar. Met, de, met Van Veen, die toen uh, twee live, uh, live in Carré 1 en live in Carré 2, uh, twee dubbel LPs, die, die, uh, en die deed dat eigenlijk toen al. Hè. Uh, Zingen, uh, mm -hmm. begeleid door, door goede muzikanten. Geen, uh, geen cabaret-muziekjes, maar echt. Uh, ik weet nog dat er, dat er uh, op een Hoes-foto was aan het repeteren. Zo. En dat was met Saxioni, met Erik van der Wurf en zo. Allemaal echt goede muzikanten. Er stond zo'n plaat van Neil Jong uh, tegen het podium, uh, uh -huh. die repetitie. En dat klonk ook inderdaad zo. hij uh, heeft nu een, alleen een heel ander. Imago, maar in een, die, in een tijd was dat wel, was, was dat wel gaaf wat hij deed, vond ik. Mocht mm hij -hmm. dat niet gedaan hebben, zouden wij misschien ook niet dit gedaan hebben, waar wij nu al vanaf 40 jaar aan het doen zijn of 35 jaar aan het doen zijn. Dat is misschien wel toen de grootste invloed geweest. Want uw ja. vader, ik heb er twee dingen over gelezen, dat moet toch een zotte vent geweest zijn? Of leeft hem nog eigenlijk? Ja ja ja, 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 ja. Ik bedoel, die is leraar geweest en die ook een dancing gehad. Ja, ja. En zo ken ik je persoonlijk niet veel. Nee, wat, pas op, het verhaal is nog schoner eigenlijk. Hij was, hij was uh, uh, rond de 50 en hij is technisch leraar geweest altijd in Essie, in een technische school. Mm -hmm. En hij wou eigenlijk uh, een paar jaar verlof zonder witte pakken om, om, om er even, uh, om dat, om even iets anders te doen in zijn leven. En hij houdt heel veel van, van, van wielrennen. En hij wou eigenlijk een otterkram beginnen op de koers. Uh, dus hij was, hij was eigenlijk om het rondrijden om een uh, oude camionet te kopen en, en wusjes te bakken. Uh, en toen kwam hij op een kruispunt kruis ergens tussen Essen en Kalmthout alleen. Je, je kunt er, als, als je naar Essen rijdt, moest hij voorbij een oude hoven, zag ik mijn eerste te huur staan. En uh, boem een dag later is hem ervoor gegaan en is hij aan de discotheek geworden. Hoe heette die discotheek? De Picasso. De Picasso. Oh, ik ken dat, oh, ik ken dat naam, ja. Och. Ja, en dat heeft vijf <laughs> jaar gemarcheerd gelijk zot. Ah, echt waar, dat was, uh, dat was fantastisch. Er zat elke, elke vrijdagavond en zaterdagavond 400 man binnen. Dat was uh -huh. ongelooflijk. Uh, en al vijf jaar heb je het nog goed kunnen overgeven, dus moet je gewoon lesgeven. En je had dat meegemaakt? want je zat hij gewoon mee in de discotheek, of was dat... Ik was toen garçon bij mijn onkel, want daar kwam voor een stuk van vandaan. Mijn onkel had in Bursbeek uh, een discotheek, de Jump, in de jaren tachtig. Dat ken ik ook nog. Echt waar? Ja, van naam wel. Ja. Ik ben er nooit uh, wel, geweest, maar ik ken het was garson, vanaf ja. Ik was daar garçon. Vanaf ik naar de universiteit ging, uh, ging ik daar vrijdag en zaterdagsnachts uh, garçonnen. Uh, dat was om negen uur beginnen tot zeven uur s ochtends. Uh, in een wit emmerk met een Plastron. Uh, en dat heb ik drie jaar gedaan. En dan. De, begon als vader ook zo'n soort discotheek. Uh, en, en dan heb ik daar ook nog wat gewerkt. En, uh, Jij moest al niet meer solliciteren, dat weet je ja, al gedaan. Nah, <laughs> ik, had het al, ik, 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 ik was daar niet zo goed in eigenlijk. Dat is een, ik heb ongelooflijk veel respect voor goede garçons. Dat is een metier en dat is een, een stil. Uh, de talentvollen springen daar ook uh, uit de gelijk in onze stil. Dat is absoluut waar. Dat, is zelfs, dat wordt zelfs een beetje ondergewaardeerd, hoe hard dat dan een stil is. Absoluut. Dat zo, is echt. Als, je zo, als ik nu iemand aan de tafel krijg, zo, waar je van denkt. Ja, jij bent vooral aangenomen, omdat jij er Hip uitziet en je schrijft geen enkele bestelling op, maar onthoudt ook de helft niet. Ja, ik word er altijd wel zenuwachtig van. Ik, ik hou van een, een garçon waar je van voelt. Hier zit een, een, ja. een job erin en ook een kennis van zaken. Want je moet ook ja, ja. wel best redelijk veel weten. Ja, Alex, als ik daar aan terugdenk, dat is ongelooflijk. Dat is een dansende massa. Dat is echt, uh, dat, is, dat kunnen we nu in coronatijden niet meer voorstellen, maar wel ja, een boomvolle discotheek. Dus oh, iedereen is toch recht dansen overal. Ze roepen ook. Nou, Acht Pinten, vijf gin tonics, twee uh, cola's en de Fraatsap. Kijk, en dan hadden we een plateau, dan moet, dan moet het dicht op oefenen. Boven de kop, dan kun je anders? Moeten door die, door, door die massa moet dat brengen? Dan is er altijd iemand die zegt: ik had ook, ook nog een vraag een, een, een heb besteld eigenlijk. Altijd. We ja. hadden terug, bam, bam, dan moeten we daar afrekenen, dan verlies Wie betolt er? Mm -hmm. dat was heel, dat, toen in, in de jaren tachtig uh, uh, was dat eigenlijk heel gemakkelijk. Uh, maskers betolden nooit en jongens betolden alles. Mm -hmm. Dus dan ging hij naar zo'n keel en dan zei de zestigde <laughs> en dan en alle die dan zei, alle die 700 700 zei dit is juist ja, ja. Dus ja toen het leven was, nog simpel was, was ja, ja toen was het, was het leven <laughs> <nog> simpel <laughs> dan blauwen en wacht 500 was zoiets blauwachtig 500 frank om en toen kwam de ga nog af ja, dat weet ik al allemaal ja de ja, twee ja, roe en ja. 100 was een nou roeje ja, ja dat is juist ja, ja. ja. en toen kostte een pintje daar 50 frank, en dat was ongelooflijk duur. Ah, ja. Ja. Want in de jeugdclub kostte dat 12 frank, bij, op, in, op de zolder, in moer, waar wij toen uitgingen uh, en begonnen te spelen. En zo. Ja. Ik, heb, ik heb ooit nog zo'n gast gehad, zo'n een, 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 een garson daar. En die had de coolste manier om een flesje open te doen aller tijden. Nu had er ook een ding van gemokt, gaat dat door. Dus ik kwam aan met een plateau met allemaal flesjes met de kroonkurk er nog op. En die had zo'n. Uh, een en hij deed zo achter een kop. Zo, en zo deed hij ja. altijd al die flesjes open, ja. maar zo super snel. Maar dat was een performance. Ja. Je keek naar die gasten en je dacht, ja, die negen het allemaal onder controle. Ja, 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 ja. Dat is wel het gevoel dat je moet hebben bij een, bij een garçon. Ja, ja, ja. Je moet het wel onder controle hebben. Absoluut. En Want... en bij, bij mij was dat krabbelen en krabbelen om dat, om, om, om dat te halen eigenlijk. Om ja. er te blijven lopen. Dus die goede chance dat mijn onkel een baas was. Maar... <laughs> Dat delt altijd. Ik vind dat wel zo, als je. Als je neemt het gewoon niet goed, maar je, je, je ziet je babbelen, vooral over die dansings, ook uw blik. Ja, dat lijkt dat als een kei leuk leven, maar als je dan kom, il er zit keihard tristessen in. Of zo, waar kwam dat dan van? Want je ziet er, als je dan nu denkt, wat een leven, die pa die nou, die nou zegt, oké, okay, ik, ik kon op de koers oh nee, het zal een dansing worden, dat lijkt bijna alsof alles kan en. Het leven is één grote doos En pak maar en het komt wel goed. Er is zo'n boetade. Uh, gelukkig zijn, dan moet we niet op het podium doen. Dan moet je thuis doen. <laughs> en dat geldt een beetje, geldt een beetje voor, 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 voor wat wij op het podium doen. <laughs> oh, dat is keihard goed. He, da, 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 je zoekt toch een beetje. Uh, een song schrijven over iets fijn en over iets gelukkig. Dat is zo fucking moeilijk. Dat is echt mm. waar. Uh, ik vind dat veel moeilijker dan over conflict schrijven of over iets dat, 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 dat verward of over, over dat op dat mij gedaan heeft. Of zo. Dat is, uh, yeah. Als een liedje over, over gewone, simpele, brave, mooie dingen lukt, is dat fantastisch. Maar er, er zijn zo weinig mensen die dat kunnen. Ik vind bijvoorbeeld: uh, ik weet niet of dat origineel van hun is, maar dat is wel waar ik het van ken. Madness hebben zo'n nummer en dat heet it Must Be Love. Must Be Love. Love. love, love I ja never super thought ja. I'd miss Natuurlijk. you as much as I do. Ja. En die zingt eigenlijk alleen maar lieve dingen. Eh? Bless me and bless you. I bless the bees and the birds. Absoluut. Zo so van die dingen dat je denkt, dat is allemaal zo, zo ja. knullig. Ja. Want ja. in die eenvoud is dat zo en, schoon. En zo zijn er veel heel, heel, heel de Beach Boys uh, catalogus ja. en noem maar. Ah, God, heel only veel, knows, ja. eh? God only knows. God only knows what huh? I'd be without you. Ja. Eh, er, zijn, ja. er zijn wel dingen die, die Positief zijn en eigenlijk niet Tuurlijk. vertrekken van het de pijn van liefde nee, of het nee, nee. mislukken van nee. en dat toch juist schoon is, ja. maar dat is inderdaad wel moeilijker. Ja, maar ik, dat, is gewoon, dat is gewoon een trivialiteit hè, dat wij op die manier ons, dat, dat dat zo gegroeid is op het podium, want wij zijn geen, alle twee geen gasten die zo door het leven lopen, helemaal mm -hmm. niet, hè? Maar meer geïnspireerd door de blues, denk ik. Oké. Okay. Maar je voelt wel. Een... En lach en tragedie zit dichtbij in. Dat is ook hoor. Liefde en haat ook. Hè. Liefde en haat maar muzikaal ook. is dat ja. ook hè? Hé, hey, muzikaal is het ook. Ja, er zit ook altijd. Waarom ik het ook schoon vind. Je kiest niet voor uptempo, happy. Hé, hey, er zit er Nee. Ook bij... Nee. De... Maar, maar vraag me niet waarom, Andries, want daar kan ik niet op antwoorden. Het is zo gegroeid. Dat, zit, dat, dat zal toch iets zijn met uw karakter en, en alles, alles wat, wat samenkomt of zo. Ik ben... Want wat stak je in de plaatkast van uw paan, want er is eigenlijk zo gezegd. Geïnspireerd, Helemaal van Vin. Maar wat waren dan zo de buitenlandse dingen, vermoed ik? Oh, dat waren echt de, 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 de grote groeners, die ik nog altijd. Uh, Ray Charles, beste zanger ooit. Uh, Nat King Cole. Van Fantastisch een jazzzanger, oh, zo, zo strafkoos. Mega pianist ook. Mega pianist, nou, ja. Ja. Nou. Uh, ja. Dat vond ik ja. een, een hele mooie omschrijving van uh, Nat King Cole. Iemand die ooit omschreef hoe hij zingt. En die zei, he sings and he waits. And he sings ja. and he waits. Ja. En dat is waar, als je er naar Ja. Je zit na zin en je wacht. Ja. Dat is onwaarschijnlijk. Ja. Als je dat ineens eens ja. dan denk je ja. Je moet die oude filmpjes eens bekijken van zijn trio. Dat was echt showbusiness ook. Mm -hmm. hè? Want die piano stond zo. En daar, zit, daar is de, 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 de gitarist en de contrabassist. En hij speelt, want daar zit het publiek, en hij speelt... Uh, There was a boy is een Ongelooflijke <laughs> dingen, man. Maar... <laughs> <Ja. laughs> die is heel een ja, tijd ja. ontlachen, ja. Die, die is zo projecteren naar dat publiek en die, die, die handen achter hun bekant die gommor en die gommor en dat is, ja, dat is echt echt ja. de nauwe Zijn zijn dochter zei er ook ooit iets heel cool over Natalie Cole, hè? waarom nooit is dat Unforgettable duo mee, alleen toen was ze mal dood, maar zei het dat is opgenomen zo dat die een duo hebben samen. En die zei ook van wat zo mooi was om mijn vader. Je had zo'n bijna satijne stem, he? want als die je ja. zong, dat is... Ja. Maar het beste was, he, er was nooit iets dramatisch aan. Ja. Dus je deed nooit zo dat... Of zo dat, dat ja. pakken, dat is allemaal unforgettable. Je rolt dat er gewoon het. Je zou er nog goed zingen. Dank u. Maar ik ben daar ook, ik ben er ook mee opgegroeid. Ja. Hetzelfde, mijn vader had ook een platenkast ja. vol krooners. Ja. Dus toen jij dat zei, dacht ik ook... ja Want ja. dat blijft hangen, hè? de liefde voor een hele mooie song en een mooie melodie. Ja. Ik denk dat dat is iets is dat dan ja. in u kruipt, dat je daarmee opgroeit. En ik hebt. vind het heel goed dat je dat zegt. Dat dan, dat, dat, ik denk niet dat, dat je moet extra dramatiseren om een, een ontroering uh, te bekomen of zo. En dat is wat je vaak... Bijvoorbeeld als Nederlandse mensen... Uh, kom je folk-coveren, dat zijn soms studenten of dat, dat gebeurt wel eens, dat is bijna altijd te dramatisch. Ja, ja. En dat, dat is echt niet nodig, een liken zingt zijn eigen. Je mag nooit een acteur zijn, op het moment dat je moet ontzingen, ik denk dat je, dat je volledig ten dienste van de liedje moet staan en dat daar de ontroering eigenlijk zit. Nou, maar je acteert wel met je stem, zonder dat je vals speelt, maar je voelt wel. Waar dat, je, waar dat je het legt of hoe dat je het doet. Ik ga wel enorm veel gevoel vanuit. Dus je merkt wel van er zit een. Maar, maar denk, mag is dat niet, iets mag, waar je over denkt? Is dat een cerebraal proces? Ja, ja, dat ik al. weet dat niet. Ik, ik denk dat dat misschien, omdat je dat al zo lang doet, dat dat iets is dat in je, in je zit. He, dat je een bepaalde techniek hebt of zo. Dat je denkt, ja, ik weet hoe dat ik nu mijn adem moet zetten of dat. Maar dat, dat geeft u natuurlijk ook, dat is een beetje het idee van. Een tekst zo hard van buiten kennen dat je hem kunt loslaten en kunt improviseren. Je weet ja. wat je doet. Je ja, 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 ja. basis zit ja, goed. Ja. En daarom heb je de, de manier om te, om te spelen met je stem. Ja. Want dat doe je wel. Want als jullie alle twee hoor zingen, er gaat een enorm. Dat is niet alleen maar. Ja, wij zingen een leken. Ja. Dat is niet. Je performt dat nummer. Ja, 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 ja. Maar wat je niet doet, is, is een soort. Uh, ja, we moeten dat zeggen. En ik kijk naar buiten. Voilà. En zodat je ja. zo vol Jesus Christ, ja. gast, relax. Hè. Voilà. Zo dat, dat, is, dat is altijd theater in de verkeerde richting. Maar ja, voilà. is... musical. Ja, ja eigenlijk. Ja. Soms ook wel. hè ja. musical is zo de meest gevoelloze manier om hier te zingen. Soms, dat ik echt denk: Want dat, als je dat live bijvoorbeeld ziet, hè. ik ben dat eens met Amy gaan kijken, zo wat bepaalde dingen dat zijn stuk voor stuk allemaal goede zangers, want die zingen technisch honderd ja, keer zijn. beter ja. dan dat ik, ik zing, dus je ziet hier, je denkt, dat ja, oh, en nog dansen ook, en toch komt die noter het, maar wat dat wel is, heel vaak, is zo, dat ontbreekt volledig, een on enige vorm van, dat raakt mij nergens. Ja. Dat is allemaal enorm vlak. Dat is zo heel juist gezongen, maar er gebeurt niks. Ja. Dat is heel juist gespeeld, maar er gebeurt niks. Ja en wel, Ruimtevaarder, om nu een grote hit aan te halen, ik was nog aan het, hè, ik was wat aan het scrollen van het weekend, want ik wist dat je ging komen, dacht, oh, ik dacht, ik kan nog eens wat van alles luisteren. En er is een opname live dat jij aan de piano zit, en jij begint te spelen, en ik kreeg al tranen in mijn ogen. En dat is puur alleen door die, die noten, en dat aanraken, en dat klein, maar dat is zo groot. Want waar dat jullie zijn in zijn, hè, en dat merkte ook bij Liefde voor Muziek, jullie zijn enorm groot op een kleine manier. Wat, dat, wat dat jullie deden, en alleen jij en Stef Camille deden dat, vond ik dat was zo bij al de rest, voelde ook: amai, dat is goed gedaan, dat is cool, dat is keigoed gespeeld, amai, die je zingt dat goed. Hè. En want bijvoorbeeld Milo, die dat er dan zo helemaal zijn eigen ding mee doet, met ruimtevaardigheid, het klonk als een Milo-nummer. Ja. Dat je hoort en zegt: Oh ja, hé, zo geziet er. Maar wat dat jullie allebei hadden, Stef Camilla's die potvis uh, van jullie dat, deed. Dan kon ik het even niet houden, een keer zien. Daar wil ik te ja. bieden eventjes over hebben. Maar, maar, maar als, je, als je dat zag en jullie dan met mee Wij twee denk ik was het. Ja. En mee, er was nog een ander nummer bij, ik heb het opgeschreven. Stilte voor de. Ja, dat is waanzin. Maar ik zat er ook naar te kijken en je zag ook iedereen dat daar zat. Er hoort niks niet meer. Ja. Iedereen zit er gewoon zo. En je, je, je kunt alleen maar kijken naar een enorme grootsheid in een waanzinnige soberheid. Ik vind dat heel zot. Hey, ik denk dat het wij twee was, dat de mis zo hoog zat. Ja, ja, ja. Maar dan zat iedereen en ik dacht: Ja, ik heb jullie al live gezien. Ik weet hoe goed dat je kunnen kunt zingen. Want dat was hetgeen waar ik het hardste van achterover viel mm -hmm. toen ik jullie de eerste keer live zag. Mm -hmm. Dan dacht ik echt: Van die gasten kunnen zingen, want die gaan vol een bak, en die moeten dan ook nog spelen, er moet ook nog lol bij zijn, en weet ik wat nog allemaal, maar daar, dat je dat gewoon compleet distilleert naar alleen maar muziek, ja, ik vond dat onwaarschijnlijk straf. Oh, misschien. Ja. En dat is ook wel wat, wat het verschil is met wat we vroeger, wat we twintig jaar geleden deden, dat we als we nu een lied spelen op het podium, dan zijn we alleen maar dat lied ontspelen. en spelen. Dan moeten we niet per se nog uh, zotdanske erbij doen of zo. Dat is in die zin wel geëvolueerd. Uh, dat we die dingen wat scheiden, dat is nog altijd flauwekul bij. Mee, dat we met alle plezier doen. Mm -hmm. Maar dat zit uh, meestal zo. Een, een goede song uh, wordt gewoon heel simpel en uh, zo sober mogelijk uitgevoerd. inderdaad. Had ik een gevoel toen dat je ruimtevaarder schreef dat je iets te pakken had? Dat die iets anders was dan de rest? Alex, dat is echt, ik woonde toen in het Parkcafé uh, in Marijkerken, vlakbij Gent. Dat was, was zo'n een, een kasteeltje waar we met een aantal muzikanten, Roland woonde beneden en Wigbert was er veel en mm -hmm. uh, onze musch woonde door. En ik woonde op het bovenste en ik zat in een hof en ik had hem twee keer gehad uh, en toen, had ik, toen dacht ik ineens, oh, ik moet even op mijn piano. En ik klopte een trap op en ik kon touwen. En ik klopte een trap op en ik kon touwen. En ik kon op de piano zitten en ik speel. Ik neem dat onmiddellijk op. Want dat is het nou al niet, niet kunnen opschrijven. Als ik een idee heb, neem ik dat onmiddellijk op. Dat was toen nog op de cassette recorder, denk ik. Mm. En dat was, dat al, dat was er. Dat, was er dat, was, dat kwam echt in mijn kop zelfde dat je op de en trap dan de Roland wordt tegenkomen, die Ja, Iemand van, van, van er vooral begint. Ja, te ja echt vijf. waar. En dan, oh, dat, dan had dat niet zoiets dat Dan had dat niet, dan had dat niet bestaan dat leken. Dat is echt waar. Nee, nee. maar dat klinkt nou gelijk een mythisch ding. Wow, Zee, joh, de inspiratie. Maar in dat geval was dat een beetje zo. Maar jongen, ik heb een kater gisteren. Zeukenman, die normaal, ja, serieus, juist uh, ding, ding, ding. Hoe ging het nu weer? Ja, ah. uh, het was iets over meester Frank. Ja, ik, nee, dat. Dat, dat, ik, had, ik had dat. Dat is echt waar. Ik had, dat, dat kwam even binnen zo. Ik, had, ik heb er nog mee één gehad. Dat is met Madrid. Dat is ook een lied van Cominfo. En mm -hmm. toen, was ik, uh, nee, de, toen, toen zat ik in een RV. Mm -hmm. uh, in, in een, in, in, met mijn toenmalige Madame uh, we Dead Valley binnen. En op die hier zo allemaal lange wegen. En ik even gestopt. En dan, ik kon dat niet. Dat idee niet zingen terwijl zij erbij was, maar dat gaat niet. Dus zijn in de kaart gestapt en dat was in de wind, dat was ontwooien. En dan denk ik zo achter die en een achter die grote, die, een halve camion, uh, even ingezongen zo. Heel die melodie van, van, van Madrid. En dat is alleen mijn ruimte in Madrid dat je dat gaat heb. Al de rest was uh, transpiratie en zwier. Ik ja. vind het wel cool dat je dat, dat verlaat, want Dit Valley is uh, zo'n iconische plek. Maar ik heb ook eens gelezen dat je zegt. Ja, veel van de dingen van invloeden hadden we ook niet omdat we uh, in Essen of all places zijn opgegroeid eigenlijk Dead Valley is een beetje het Essen van uh, van Cali wat is dat Nevada zeker er is, is ook niet veel andere invloeden is dat wel zo uh, want je vertelt ook van ik heb in een kasteeltje gewoond is de omgeving belangrijk als je muziek maakt um. Ik heb eigenlijk in, sinds, ik, zijn, toen ik, ik moest nog 18 worden. Toen ik op kot ging in Gent, dus ik ben eigenlijk jong, jong naar Gent gegaan. Ik heb eigenlijk eerder een stadsleven gehad. Hè. Uh, en nu woon ik op, in Sleidingen, een klein dorpje, 10 uh, kilometer van Gent of zo. Uh, Wat trok u aan aan Gent eigenlijk? moet ik even over denken. Eh, Essen ik heb eens is dichter bij Antwerpen, dus je ja, zou maar denken ik denk, dat je naar de stad gaat. Ik denk gaat dat dan je dan het toen geen... Ik, 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 ik ja. wou psychologie studeren. En ik denk dat, dat, dat je dat toen niet kon in Antwerpen. Ah, ja. Dat dan weet ik niet of je dat nu kunt. Maar ik denk het ook niet eigenlijk. Nee, dat is altijd Gent die ja. dat ja. Is die En ik denk. had ja. uh, liever... meer rustig om goed naar Gent gaan of naar Leuven, omdat, uh, omdat Gent lijkt mij een echte stad. Dan Leuven echt een studentenstad. En ik heb er nooit spijt van gehad. Uh, ja. Zo. En dat trok onze wereld echt wel open, want onze mis was dan 16, 17 en die kwam dan al uh, soms donderdags, avonds al naar Gent, en dan was hij gezegd ziek, uh, vrijdags, dan ging hij naar het school en dan kwam hij nog meespelen in, in, in cafés en zo. En, uh, ja, dat deed, wel, dat deed onze wereld echt wel open, Gent. En dan nog, ik woon, nu in, ik woon op de buitenmarkt, ben voor alles, al ik heb mijn vriendin in Gent en ik jo, alle. Ik wou zeggen cafés en zo, maar dat is uh, zeldzaam ontbeuren in mijn bestaan. Cafés, maar alle restaurants zijn in Gent. Voilà. Ik heb, um, als je jullie bezig ziet, hè, jullie zijn alle twee multi-instrumentalisten. Jullie kunnen eigenlijk redelijk veel. Hoe is je daar eigenlijk aan gekomen van al die acties? Je ziet de hoe viool spelen. Je ziet saxofon. Je ziet alle, alle twee om de piano zitten. Jullie zingen harmonieën. Jullie is er, is er een soort muzikale opleiding bij een van de twee geweest? Totaal niet. Ze allemaal zelf gewoon van, we beginnen eraan en we zien wel? Ja, zowel onze meisjes als ik hebben, hebben één jaar, als we twaalf, dertien jaar waren of zo'n muziekschool gedaan. Hmm. Maar Alex, je moet dat niet overschatten, wij zijn alleen gewoon even zo'n maar wij zijn, wij zijn supergoeie plantrekkers, hè. <laughs> ja, dat is echt waar. Wij <laughs> doen wat we kunnen en wat we niet doen, blijven. daar lopen we een heel onopvallend bosje rond. En er is Niemand dat dat weet, maar misschien gaat er ooit wel eens uh, klein een klein ventje in de vinger opsteken en uh, even roepen van de keizer heeft geen kleren aan. Dat, nee, dat, dat kan nog altijd gebeuren, denk ik. En ook weer niet, want ge zei... Dat is de artiest dat, dat zijn eigen na nou, al het succes van de wereld nog altijd kan wijsmaken. Ik kan soms ook zo wakker worden en denken... Wanneer gaan erachter komen dat ik totaal niks kan? Ah, wel, maar dat, dat, dat ik die al kei lang voor nee, de zot aan het maar Dat, en, maar dat dan, is dan, eigenlijk dan, ook niet waar. He? Nee, dat is eigenlijk ook niet waar, maar je kunt niet ontkennen dat die gedachte soms ook inderdaad ja, jo, opkomt. Tuurlijk, tuurlijk. En dat is, het is bij ons ook. Als je, maar ik, ik zeg dat we plantrekkers zijn. Ik kan niet anders dan dat zeggen. Als wij voor Brussels Jazz Orchestra stonden, dan, dan speelde je een arrangement van ons en dan zeg ik: oké, wauw, graaf, wauw, merci mannen. Ik vond wel daar uh, dat dat misschien. Dat, en zou dat niet kunnen dat de piano wel langer. Want dan je. Je begint te babbelen over die mannen. En, uh, en dat was. Ik zag, ik zag even bij die gasten ook van. Wow. Uh, want ik kan niet zeggen uh, welke noot. Ik kan niet zeggen welke mod. Uh, ik, ik heb geen idee in welke toonsoort dat dat stond. Maar je, ik heb geen complexen meer om mij, om mij dan muzikaal helemaal. om tien minuten te babbelen tegen die gasten. waar ik eigenlijk uh, anders zou willen en zo. Uh, terwijl ik er eigenlijk. Vanuit hun wereld geen kloten van kennen, maar vanuit een andere wereld veel kloten van kennen. Mm -hmm. Dus het is um, met plantrekkers, ik bedoel dat eigenlijk niet pejoratief of negatief, ik, dat is eigenlijk een, een, een geuze naam. Eigenlijk. Ik denk dat wij effectief goede plantrekkers zijn en daardoor al plantrekkend mensen kunnen raken met onze muziek en ergo, dus eigenlijk uh, goede muzikanten zijn. Mm -hmm. Ik ja, heb ook gemerkt bij, dat was die, 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 die live optreden, SM van Metallica, dat die zo samen met de San Francisco Orchestra, zo, het Philharmonisch Orkest. dat is Michael Kamen zelfs, denk ik, dat hij dat, hij, dat, hij, dat hij dirigeert. En dan interviewen ze ook een aantal van die muzikanten als die aan het repeteren waren. En die zeiden ook, ja, ik ben eigenlijk kaar ingewikkeld ritmes. Zo, wij zaten er allemaal zo, shit, dat doe je normaal niet. of, ja, of he, echt, Omdat wow. die vanuit ergens helemaal anders vertrekken. En ook niet vanuit een, een geschooldheid. He. Die vertrokken ook van, die zijn ook maar beter geworden door meer en meer te spelen en ja. weet ik wat. Maar als je zo intuïtief doet, soms dingen die je niet zou doen als je tu de theorie erachter hebt. Tuurlijk. Ja. Bij, bij ons is dat, als, als mijn broer en ik samen spelen, dat is bijna altijd op de naalstom, hè. Dus we spelen we hmm. je, 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 je moet dat niet afspreken, maar even als je maar is genoeg om voor te doen. als, als een, een drummer, die, die wordt, dat is frustrerend van een drummer. Hè? Ja. Ik weet mijn liefde voor muziek, was dat ook. We hebben zo toch van die lange spoken word uh, liederen waar ik zo ratelde de volgende. En, alleen, en dat is ja, die, de, de Mark Bonnen die drumde. En die zei: die, We waren aan het repeteren, en die stopte, en die zei: Dat gaat niet. Dit gaat niet. Dat gaat niet. Jij, doet dat, jij zegt altijd hoe dingen, op een, je, dat straks zo, zo, zonder jij dat woord op een andere juist op een andere een tel. Ik zei: Jongen, ja, dat is nooit hetzelfde, maar we komen uit. Ik zou wel teken doen waar we uitkomen. Klaar, we doen dat. Ik doe een teken. Uh, de volgende: met, met mijn gitaar. Midden in mouth, de maat, zit hij. Ja, en dus, en dat was met, dat, kun je wat je daar zien, dat was met een liedje over Bart Kayel dat we gedaan hebben, dat was zo, mm -hmm. uh, en dat heb ik alleen op mijn gitaar gespeeld, en dus mis je op piano en hebben ze niet meegespeeld, mm -hmm. omdat dat, uh, je krijgt dat niet uitgelegd, inderdaad, dat klopt eigenlijk muzikaal niet, maar, misschien klopt dat wel beter. Mm. Hoe zou je de eerste Comilfo optredens eruit eigenlijk, jullie met twee, wat moet ik mij daarbij voorstellen? eigenlijk al heel erg uh, wat we nou nog altijd doen, maar als we toen serieus leken hadden, sporadisch, uh, dan was dan een zak in ons in onze show. Uh, ah, ja. Als we serieus waren, dan, uh, dan verloren we de interesse van de mensen, terwijl dat dan nu juist een sterk punt geworden is eigenlijk. En waarom lag dat toen, denk je? Of wat is er veranderd? Um Tja, omdat we beter geworden zijn. <laughs> omdat <laughs> om 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 om, 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 om om flauwe humor gemakkelijker passeert uh, dan de pretentie te hebben van dames en heren, we wilden nu echt luisteren, want deze zou wel eens kunnen raken. <laughs> Shit, ik hoor mijn eigen zeggen en ik word onmottig. Dat is eigenlijk wel waar je, Dat is eigenlijk wel onbewust waar je op dat moment toe. En, de, en dan zijn we op dat moment nog niet echt klaar voor. Je wilt dat wel, maar dat lukt toch niet. En dus als we dat probeerden, um, verloren we inderdaad de aandacht van. Uh, en dan konden we niet rap genoeg terug iets flauw vertellen. Allee, flauw. Soms ja, grappig en zo, maar iets licht vertellen. Uh, om terug de aandacht te krijgen van de mensen eigenlijk. Uh, en toch is dat hetgeen. Daar ben ik wel van overtuigd. Juist daar, uh, van dat, dat te blijven. Opzoeken, die uitdaging, om die, om die serieus toch ook te kunnen doen, dat heeft juist gemaakt wat we nu doen, denk ik. En die... Uh, die speeltuin, Alex, ja. van, van dat te kunnen doen, van... Ja. van, van en, ik weet niet, de mensen die nu nog in vooropdreden komen, die komen en om zich te amuseren en te lachen, maar ook om, 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 om ontroerd en gepakt te worden door soms heel serieuze dingen. En wij kunnen inderdaad echt minuten lang over, over heel serieuze dingen babbelen. Dat beschouw ik echt als een, een luxe speeltuin. Mm -hmm. Maar ooit meegemaakt, ik, ik, ik weet al van het begin gewoon net ongelooflijke koppen. Mm -hmm. het, uh, On onwaarschijnlijke ja, posterzoek. Ja, ongelooflijke destijds. koppen. Maar, ja. maar ze ook ja. vooral, ik zie al dat er deelt me in, je zit in de jaren 80 in het te zien. Hè? Je denkt: wat de fuck is dit? Ze zijn niet het soort mensen waar je dat ontdurft lot zien. <laughs> Wat wil je zeggen? Ik bedoel dat ik op dit. Ik wil het zien eruit alsof ik, dat je ja, slaag van oligineel. Ik wil het niet. Ik heb ooit, ooit meegemaakt dat iemand zei oh, ik vind dat ook: Vind ik niet goed? Natuurlijk, man. Maar Dieren die dat zeggen, ik zou denken. zo... Maar, dat is toch, is toch gewoon logisch? Er zijn toch evenveel mensen dat dat niet goed vinden wat je doet dan, 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 dat, dan mensen die dat wel goed vinden? Ja nee, ik bedoel ik zou dat ik, ik heb hem al altijd zo indrukwekkend gevonden dat, dat, Echt? Ik zo, dat ik denk dat mensen gewoon ook van het goed, maar niet durven zeggen. Ah. Nee. <laughs> <laughs> oei, oei. Zeker die bepaalde periode die jullie hebben gehad met die zotte posters. Hè. Jullie hebben er zo'n aantal gehad. Hè, dat jullie ja. zo met twee zo naakt precies hingen met die glas. Ja, 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 ja. En dan die, hè, ja. wat is dat, Love de Waanzin met die Piemel in de Fik? Hè. Ja, ja, ja. Hoe dat was, was dat, hoe was dat ja, trouwens? Jongen, dat Mag was ik dat eens het. even ja. vragen, hè, wat dat, dat moment ja, was? Wel, wel, dat is eigenlijk heel, heel grappig. Dat is spijtig, maar dat is, dat, dat is voorbij. Want met, toen was er, dat was het begin van de Photoshop, hè? Ja. Nu gelooft niemand, als je dat nu ziet, voilà, ja, ja. dat ziet er nu echt in Photoshop uit. Hè. Ja. Kijk. Ja, er wel. Maar dat was dus echt. Je ja, heb ja. Het zo groot kunt het zien. Uh, wij hadden een, een houten plankje. We uh -huh. stonden dus naakt met een houten plankje voorgebonden, en de fotograaf die streek dat uh, in mijn, mijn velpomp en uh -huh. een russeltje. Alle twee in de fik. Klik-klik, klik, klik klik. En dat brandde zo'n 10 seconden was dat. En nu uh -huh. ziet in ons gezicht, dat is. Ja, ja. <laughs> dus dat was echt, en mijn borst oh. ja, ja. was helemaal uh, verbrand. En je ziet, dat was echt een heftige foto. Ja. Uh, maar dat weet Wie's ik niet. idee dat was, ik. dat? Van die fotograaf. Ja. Hm. Ik had dat dacht, uh... ik dacht niet. Hm. En we stonden in de siteken, het? een citeken, zie je dat? Een doek van een bos. Dat stond je ja, ja. voor. In die doek van een bos in een stadsciteken in Gent gezet. Ik vind dat ja. Ja. Een wel eens gewoon een foto. Dat is een keihard foto. Ja. Maar jullie hadden er zo'n paar, hè? Zo gelijk de, ja. wat was zien andere? Spaak zeker. Is dat er ook een? Ja, dat, dat, dat jullie is... zo heel bijna Ramstein industrial er zo bij ja, zien. Ja ja, 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 ja. Zo dan ja, deze. Ja. Ja, 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 Dat is ook ja. een hele coole. Ja. Maar jullie hadden altijd zo van die posters. Dat weet ik nog. Als ja. ik die in de straat zag hangen, dat ik altijd: dacht, man, dat zijn twee rage gasten. Ja ja, zo, is dat ja, 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 ja ja, ik had ja, ik had altijd dat idee van Jesus Christ kom ja. je al voor man, wat een twee uh, rage fuckers en dat. Ja, dat was he, eigenlijk, zo, eigenlijk ja. is dat was, was is dat een, ja, het resultaat van een samenwerking met Wolf en Wolf, een een fotografe duo die, die ons echt uh, duwde naar dat soort beelden hè? Ja. Want ik ben zelf niet zo'n beeldende mens, ik zou dat nooit kunnen bedenken zoiets, maar dat is de, de toevalligheid van, van die gast tegen te komen en en door te gaan. We hebben dus een andere foto nog. Um, dat we, dat we speciaal naar Parijs zijn gereden omdat we duiven nodig hadden en dan zijn we voor de Notre-Dame mm -hmm. en dat mag echt niet want dat is een ziel streng en dan was Caroline, die aan ons management toe, uh, was bezig met de, de flikken, even uh, van de nieuwe uitleg te doen en zo en dan hopla, op vijf minuten tijd hadden wij zo'n doek gespannen, gingen wij staan en dan met, met, met duiven eten, voor de Notre-Dame zitten er miljoenen duiven. Ja. En boem, die foto en opge opgeruimd en, uh, en, 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 en Ja, het is, het is een foto van uh, wolfijzers en schietgeweer. Nou, right. ja, man, waanzin. Is dat ah. daar? Ja. ja, dat die je. Ja. Dat is voor de Notre Dame, zie je Ah ja. Ja, en dan zie je die duiven er rond. Ja, ja. ja, voilà. fantastisch. Ja. Dat was ook Het is gasten. ook grappig dat de mis een klein beetje kleiner is en dat hij zo'n hoger misken ja. voor op te staan. Ja, dan gij. dat ja. is echt gaaf, funny. Dat valt mij voor de eerste keer op. Ja. Uh hetzelfde systeem in een doek van een flatgebouw zie je? En, ja. en dat dan voor iets anders zetten. Zo, we hebben een aantal foto's met de Souderstram meegenomen. Dat waren graven gasten. Ja. En hoe lang is dat er gestaan voor in Rotterdam? Niet lang, hè? Want dat mocht niet. dat moeten we dus, dus niet doen, hè? Je moet niet zoomen of als installaties opzetten voor foto's te pakken en zo. Dat mag dus echt niet. Hè. Nu hadden we een kwartier of zo. Ja. en Dan moesten we weg. Dat is wel zot. Heel cool. Want dat merkt ook wel aan jullie posters. Dat is latere latere shows, eigenlijk like Wolf en zo. Dan wordt dat zo zwart-wit en donkerder. Soberder, ja. En dan voelde ook zo, maar dat voelde, of dat leek ook, alsof dat die shows. was zo de, de, de speeltijd, zal ik zeggen. En die andere show is zo de donkerdere volwassenheid of zo. Ben ik on Ozeland toen als ik dat zeg? Of nee, dat niet? was misschien ook zo. Dat was, een, dat was een, uh, ook in ons leven zo'n periode van volwassen worden. Een mm -hmm. beetje de, de liefde anders moeten gaan bekijken en de, hun teleurstellingen oplopen. En dat was in ons beide leven een beetje tegelijkertijd. Uh, ja, dat was, een, dat was ook een heel lastige show om te maken, Wolf. Dat was echt uh, eigenlijk... Ik herinner me dat nog omdat onze manager, mijn manager, eh, dat is je bek, die man, die, is een ja, zon, ja, met ja, die ja, 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 ja. ja. Ja, dat ja. vond ik ook zo'n zo poster, dat ja. ik dacht, god damn man, ja. wat een gasten zijn dat. <laughs> ja, ik, ja. Ik, ik was altijd al gefascineerd door, <laughs> hoe zouden die klinken, die kerels, zo wat voor gasten zijn dat, puur en alleen op die posters. Ja. Die vond ik heel cool om naar te kijken altijd. Ja. Nee, mijn manager, de Manu, is altijd al jarenlang hè, een mega grote fan van ja. jullie. En Ik weet dan nog dat ik ook een show aan het maken was toen jullie Wolf aan het maken waren. En die zei, die zitten ook in een periode, man. Want omdat ik ook zo, ik weet niet meer welke show dat was, maar ik zat in zo'n periode van ah. Zo, ik ben al helemaal aan bataand en kwaad. En het komt niet vanzelf. En het is een gedoe. En toen zei hij ook, ja, kom je al voor, zit op dezelfde plek. Ja, echt. <laughs> dat is toch altijd moeilijk. Hè? Een voorstelling maken, is toch altijd moeilijk. Ja, ja. Soms, sommige vallen precies op een bepaalde manier gemakkelijker in elkaar dan anderen. En anderen is echt een hard labeur, hè? Dat je echt denkt: ja, tot op de laatste minuut is dat toch dat je denkt: wat ben ik hier nu aan toe? Of wat wil ik hier zeggen? Ja. Dat is de eerste voorstelling, Wolf, dat we, we na twintig try-outs uh, uitspraken: van we stoppen ermee. Uh, met deze voorstelling. We, we stoppen een jaar en we beginnen terug, helemaal van het begin nog niet anders. Zoiets. Is dat aan het broer zijn? Helpt dat dan? Want hoe. hoe, hoe ik kan ervan uit dat het antwoord ja is, maar hoe eerlijk kunnen ze zijn met je broer? Denk, praat ik al veel? Of voelde je al, eigenlijk, voel je al eigenlijk altijd aan hoe dat zit? Eigenlijk wel, denk ik. Um, het, het, het voordeel aan, aan broers zijn is dat je, wij kunnen elkaar precies niet kwetsen. Uh, zeker vast over. als wij met andere mensen samenwerken, dan, is dat, dan, dan komen wij vaak over als te direct, als ik iets ik twijfel, of iemand anders iets voorspelt, dan kan ik, kan ik zeggen van ik, weet, ik voel het niet, of ik vraag me af of dat wel een, wel een goede compositie op zich is eigenlijk. Dat zoiets is heel normaal om te zeggen tegen onze meneer tegen mij, heel normaal, maar dat is, voor, dat is niet voor iedereen even normaal, we hadden al net alle twee in een band gespeeld. Uh, dat hadden we zeker meegemaakt hebben. Dat soort de discussies tussen ons is nooit een issue. Nooit, uh -huh. nooit, nooit een issue wat iets we moeten gewoon alle twee overtuigd zijn van een idee, en anders gaat de vuilbak dat is, dat is in. We in elkaar als eerste filter. Oh, uh, bij ons viel dat ook mee, bij met twee. Hij was uh, vooral goed in zo van die opmerkingen te doen, als oh, die zanglijn dat vind ik maar een 6 op 10. <laughs> Dan denkt hij zo, ja, en je weet dat eigenlijk ook. Hè. Ja. Soms kom ja. je komt af met een 6 op 10 en je denkt, ja. ik kan dat nog verkopen als een 7, ja. maar. Iemand dat je kent, weet van, ja jij kunt meer dan deze. Alleen je voelt. Ja, maar soms moet... waar dat het niet zit, maar je moet natuurlijk elkaar genoeg vertrouwen maar, om dat aan te kunnen. Voilà, maar dat is een goed teken eigenlijk, dat er, ja. iemand, dat er iemand is die kan zeggen tegen ik vind die zanglijm maar een 6 op 10. Mm -hmm. En ja, dat is het voordeel van onze en ik. Dat, 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 dat we dat onmiddellijk zullen zeggen. Hè? Dat is gewoon inherent aan ons, ons samen zijn, ons creatief proces eigenlijk, dat we super eerlijk altijd uh, feedback geven op elkaar. Uh, vanuit de groesting om alle twee een zo goed mogelijke voorstelling te maken en een zo goed mogelijk song te maken. Maar als je zo, hé, meer dan 30 jaar, ik kan me nog niet anders dat je al gedacht hebt dat één van de twee zegt. dacht: fuck, Ik heb het gehad, hé, bijvoorbeeld. <laughs> Hoe was dat? Heb je al een momenten gehad dat, 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 de, dat de een en de andere moest. Want je kunt niet elkaar vervangen. Dat, dat lekt. Nee, nee, dat is, dat is uh, ik heb dat nooit gehad, maar als je mee uh, het stond er wat prozijs in eigenlijk, in dat proces, en die wel lang nodig had om, te, om zeker te zijn dat dit is wat hem in zijn leven wou doen. Dus die neen, totdat hij dertig was of zo, getwijfeld, of dat of wat dan nu... Allee, wij waren toen al, al, al vol, ongelooflijk veel aan het spelen en, 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 en centen aan verdienen en we waren er professioneel mee bezig en die, was, die wist nog altijd niet goed of dat, of dat nou wel zijn job zou, zou moeten zijn of niet. <laughs> en waarom was dat, deed je dat niet graag? Um, in het begin was dat, we hebben wel een tijd nodig gehad om, om, om deur te breken en in het begin was dat al nou letterlijk een beetje, dat is nu heel clichématig, maar uh, ja, te, weinig, te weinig geld verdienen met niks. Wij, wij hebben dat van in het begin af professioneel gedaan, maar met niks in orde, gewoon gaan spelen voor 3000 frank in een café, uh, 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 200 frank voor ons lief. Ja, ja het, het, Licht en het geluid, hè. <laughs> en, en de rest verdiepen en dan vijf dagen toekomen, en dan voor een café, en, en zo met niks in orde. En dat hebben we een aantal jaren gedaan. En onze mis, die alleen toen kwam zo uh, morgen maandag en uit te roven, mm -hmm. en dat kwam juist op tijd, want dan zat dat niet, die, die had dat niet blijven doen. Die mm -hmm. zei ik wel, die zei letterlijk, alleen die wou eigenlijk. Op, het hardnekkigste ding was, hij was op reis geweest met zijn lief naar uh, Turkije, en hij was daar in Bodrum geweest, dat is zo'n het. heel toeristisch uh. mm -hmm. en daar ze dat bleek geen frituur te bestaan in, de, in dat toeristische ding en hij kwam terug en dat hem, dat hem hardnekkig. Allee, dat was echt moeilijk om uit zijn kop te praten maar hij ging een frituur beginnen door dat zag echt een gat in de macht uh, en dan was ik hem beetje kwijt. Dat was dat, uh... En de mensen geloven dat niet, ik dat zegt me maar. dus echt waar. Daar hebben we dus een aantal weken echt over gediscussieerd. En <laughs> kun je over ik je uit, kun... Dat is dat dat toch kraam Ja, dat is een toch kramen eigenlijk <lacht> van <lacht> ons vader. Dat is echt waar. Heb je nog zo'n paar argumenten, dat je je herinnert, wat je toen gezegd, want ik wil het echt horen: frituur in <lacht> bodrum. Wat was uw argumentatie? Mijn argumentatie was een allerlei gast, command. jij is zo'n talent, jij moet dat doen. Maar dat, is, dat, dat glijdt allemaal af van ons mis. Hè. Dat is uh, nogal. On, dat, ik bewonder hem er wel in. Dit is heel stoïcijns. Maar dat is, het... Een, die Allee, het nadeel is. Die relativeert alles, heel rap naar de grond. Ook de goede dingen. Dus soms is dat ook spijtig voor hem, vind ik. Ik zijn. Oh, zo impulsief uh, hoogtes en, en, en laagtes. Hij is. Mm -hmm. Altijd. En die zei op een moment. Uh, ik zou hier not, een auto kopen. Uh, en ik zou hier wat centen hebben. En ja, Ik kon hem een futuur beginnen af. En dan, ja, dan moet ik hem moet echt moeten overtuigen van, uh, dat zijn pluts toch op het podium niet moet zijn, want dan wordt het woord moet dat gaat hem lopen, maar, maar dat hem toch alle recht heeft om, de, om die plots te proberen op te eisen. Nee, die, die is zo er, uh, ja, stoïcijns doorin Die is heel ongevoelig uh, voor Mich, stardom en voor, uh, voor, 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 voor glamour en zo. Is ongelooflijk ongevoelig voor. Maar, Mich, dank u wel, Ademberg. Moet er uh, mayonaise bij. <laughs> <laughs> Come on, man! <lacht> <lacht> maar dat is, nou spreek ik over twintig jaar geleden. Hè. Ja. Maar was dat dat. Dat is, het is een beren vooral. Ja, funny. Maar dat is banaan, berenpoot ja, ja, de... vooral. Sorry. Maar op dat moment, als je van als te je overtuigen ze, wat, wat is dan het percentage? Ja, dit is ook mijn broodwinning, Of nee, ik kom mijn broer missen. Wat een goede vraag, André. <laughs> um, nee, alleen maar ik kom mijn broer missen. Want. Wij hebben nog, ook nu. Uh, we denken maar één voorstelling verder of zo. We plannen maar één voorstelling verder. Uh, we, we, we zijn dat niet voor, voor eeuwig dat duo of zo. Dat kan zijn. Hè, dat we, dat, allez, we zijn al goed op weg. <laughs> Om een relatieve eeuwigheid Het is te bereiken. dertig jaar. Maar dat kan ook. Dat we, dat we, dat we ermee stoppen. We, ik, we, we ik denk dat we ook alle twee alleen artistiek verder zouden kunnen. Uh, Nee, dat gaat dan puur over command, gast. Uh, dat is toch fantastisch wat wij samen nemen? Uh, dat gaat toch niet meer stoppen. Nu niet helemaal niet meer stoppen en afzetten, maar dan kom ik... Uh V een, dan ben ik een half jaar in Turkije dan kom ik een half jaar terug, zo, zo was dat dan elke he? keer dat elke, elke het regent ziet hij gewoon zo ja. Ja. nee, dit is gewoon dit, is, dit, staat, dit staat nog altijd een beetje anders in het leven maar ook wij houden elkaar door heel goed in evenwicht eigenlijk. ik ben zijn, ik zijn een, een, een impulsieve dromer en hij is een relativist voilà de Comilfo winterrevue, hè, want dan is ze meer. Vanaf dat goede weer wordt, ah, helemaal zo opgespoten van de van de Turkse plastische Pas op in het gevaar, Het gevaar draagt terug, want hij is natuurlijk gekocht op een Griekse aanlandje. Ja, 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 Dus begin van tende. Ja, ja. Een pita krom. Nieuwe single solo, giftige feta. De grote, um, jullie, hebben, jullie hebben destijds cameretten uh, gewonnen in Nederland. Dat was met plank, denk ik, klopt dat? Ja. Was dat de voorstelling? Ja. Hoe, uh, hoe is dat, heeft, is, zijn er dan dingen in een, in een stroomversnelling terechtgekomen qua, want dat kan ik me voorstellen dat Gij dat het, dan wel zo hebt ook zoiets gewoon aan het Leidt, ja. Dat, dat is dus ja. ook zoiets. Ja, dan, ja. dan, dan hebben <laughs> we twee dagen later een, een impresario in Nederland. Uh, mm -hmm. Mojo was dat, Jos Visser. Uh, en, en nog twee dagen later de de 60 voorstellingen in die heel klein is in Nederland. Dus ja, mm -hmm. dat is een boom. God, dat is fantastisch, ja. hè. Dat is ja. op het juiste moment. Ja, dan is het echt begonnen. We hebben jaren gehad dat we 250 optredens per seizoen speelden. Ja. Want ook nog, ik, ik heb ook in mijn leven veel kindertheater gemokt, uh, geschreven, gespeeld uh. Er is een tijd geweest dat wij een kleuterverstelling speelden, aquatuit, onze Michelinik en dan hadden wij een, een, kam, een, een kamionet een GMC die een 17, 17 liter uh, verstokte. <laughs> de een is dat niet dezelfde maar Exact, dezelfde, ja, exact dezelfde. Dat was een boom. <laughs> dat ja. er op op ziek, GMC pick-up, ja. Ja. Ja, ja. nee geen pick-up vast, nee. uh, ja. geen pick-up, zo ja, echt zo'n camionet. Je... en daar zat van achter uh, een hoop planken in, twintig planken en mm -hmm. ook het decor van van Akkutut, en dan speelden wij, ja, ja je redde hem, Ja Ja. En dan speelden wij overdag uh, verkluiters. en s'avonds avers wij een Roland verplank te spelen. Het was gewoon alleen maar, alleen maar spelen en zonder boekhouding. Toen hebben die in mm. GMC verkochten dan de Carolin er allemaal nog facturen en cheques en briefjes en uit, on uit die er nog in lagen. Uit. Ja, nog dat was gewoon ka nog, ja. Och ja, oh, garm, garm. <laughs> Dat is zo typisch van die, van die typische artiesten. Zo met geen kloten in orde. zo allemaal maar doen. Op nu de duur denk je. Nu ah, is dat beter, ja. Ja, dat is waar. Nu is dat beter. Dus we hebben goede boekhouders en ja, voilà. redelijke managers. Hè, die dat, dat, ja. dat allemaal een beetje in de gaten houden. En dan moeten die soms ook nog eens in de gaten houden. Maar dat is allemaal oké. Okay. Dat is absoluut waar. En maar toch, maar uh, toch, ja, want. Ja, nee, jammer. Ja, nee. De, de kleutervoorstelling ja. was ik eigenlijk ook wel redelijk gefascineerd. Want wat. Ik is dat, is dat, is dat, dat kan, kan me voorstellen dat dat tegelijkertijd het leukste publiek is aller tijden om voor te spelen, en het moeilijkste publiek aller exact. tijden. Exact. Ja, dat is ongelooflijk. Hoe, hoe, als iets tien seconden niet boeiend is, dan is dat. Ja. <laughs> Letterlijk, je ja, hebt ja. geen enkele beleefdheid. Dan beseft je pas hoe beleefd dat een volwassen publiek is. Ja. Dat is echt waar. Dat is bij jou ook, hè. soms lachten mensen uit beleefdheid, hè. Alex, met alle respect, maar dat is gewoon zo bij mij ook, bij iedereen ja, Bij mij is dat nooit, maar ik snap <laughs> dat dat bij anderen <laughs> mee. Nee, absoluut. Ja, dat absoluut. is met een kleuter Want ze nee. blijven ook beleefd dat je weet dat de roemel is, hè Allee, mm -hmm. als je aan try out bent gestotterd en denk je denkt, eigenlijk, als jullie na eerlijk waren, dan zeiden jullie, ah, oh, fuck deze, ik zit hier weg, hè. Een kleuter is al iets anders aan toen dan, hè ja, en dat is het gevaar ja. ook van, als, 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 van, van bekend te zijn. En me, mensen zitten al uh, zo in de zaal, mm -hmm. voordat je opkomt. komt, je komt op. Dan moet je al serieus je best doen om dat naar de kloten te helpen, hè, die verwachting eigenlijk. Ze, ze, mensen hebben neiging om dat snel goed te vinden. Hè. Het is dubbel, hè? Het is tegelijkertijd komt er ook ja. een soort pressure bij ja, kijken, want ja, ja. ze verwachten altijd dat ja. het fantastisch is, ja. terwijl dat het voor u misschien nog niet is. Je zit daar nog niet. Ja. Dus je wilt ook een beetje zeggen: ho, ho, ho. Ja, uh, ja, 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 voor ja. mij is het ook nog geknoeien het is een nu. Hè. Het is niet al, exact <laughs> nieuw, dat je krijgt, dat je een DVD ziet, dat hem die een show al 400 keer. In. Nee, nee, het is dit, hè. Maar tegelijkertijd is dat ook leuk natuurlijk. Een beetje dat krediet dat je krijgt, waardoor dat je toch ook wat relaxter ja. erin kunt rollen. Hè. Je krijgt heel veel goodwill na een tijd. Ja, dat je voelt la. ze zijn zelfs bereid om. Een beetje te hard te lachen met iets dat nog niet zo goed is. Ja, absoluut. Soms. Ja. Inderdaad, dat is net aan twee kanten. Want ik, ik vind try-out de, de mentaal de zwaarste periode van, 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 allez, van, ons, van ons beroep eigenlijk. Mm -hmm. hè. Omdat de verwachting zo hoog is eigenlijk. Omdat je dat niet uitgelegd krijgt aan een publiek. Van dit is nog niet af. Nee. Dus we zijn nog niet goed. Oeh, ik is het toch altijd goed? Ja. Nee, wij zijn niet altijd, wij zijn alleen maar goed als alles klopt en dat alles helemaal uitgebalanceerd is, dan zijn wij goed en anders zijn wij eigenlijk maar middelmatig. Ja. Die mensen geloven dat niet. Dan zitten we maar wat aan het knoeien. Hè. Ja. En dan doet, zeg de ook dingen waar je van denkt. Zo, oh man, deze is echt een, een beginnerscomedianfout. Zo, ik zeg hier echt iets waar ik van denk, man, daar zou ik iemand voor afstraffen. Had die, had die, wat is een fout? Ja, gewoon zo van die. Ik, ineens, weet dat, ik weet altijd dat het, dat het echt kut is, als er bij mij de zin, kende dat, het komt, dat is bij mij, dan weet ik, deze is kut. Zo, nee, nee, kende dat, dat gaan we niet doen, dat doe je niet. Zo, nee, nee, ik vertel jullie wat je gaat kennen en wat je gaat vinden. Ja. Ik kon dat niet aan jullie vragen, ja. want dan ben ik al bezig met, het is toch grappig, hè? Ja. en dat is ja. verschrikkelijk. Dus dat is bij mij ook altijd, een, als ik een beginnende comedian, als ik zo een van die workshops van de fokken, als ze mij voor, mijn kar, eh, voor zijn kars spant en zegt, kom nog eens even over uw eigen praten tegen een bende beginnende komieken, en ik moet er dan naar kijken, dan probeer ik wel altijd te zeggen, als ik een kende dat zien passeren, eh, ja, ik ging naar de bakker, kende dat? Ja, dat kennen we. <laughs> zo, die vraag moeten je nooit stellen, tenzij dat het echt letterlijk is. Dat je het vraagt aan mensen als dit is de bedoeling van de vraag. Maar niet zo'n soort stopzinnetje. Nee, nee, en als ik mijn eigen erop betrap, ja, dan weet ik altijd al van: oh, deze is echt kak. <laughs> Wat zijn zo'n dingen bij u? dat je zo nu nog na al die jaren op het podium staan en denkt: ah. Oh. En toen was het stil. Goed, hè? <laughs> ja, Ben. Wij... Wat moet ik dan nu zeggen? Ik vermoed dat er. Dat... Wat verbaliteit betreft, dat jouw voorstelling bijvoorbeeld vrijer is en evolueert en zo. Bij ons zit dat meer in de muziek. Uh, wij spelen een song nooit keer hetzelfde. Dat is onze. Het meest vrij zijn wij uh, als we aan het zijn op, op het podium. Uh, Waar we zeggen, al, al, alles kan altijd en dat is ook nooit echt hetzelfde. En af en toe zegt iemand dat tussen en dan pik ik erop in. Dat is vrij, maar toch iets theatraler gestructureerd dan, dan wat een comedian doet, denk ik. Daar zit wel een verschil. Ja, wel, dat, dat ik wel moet eerlijk zijn dat als ik een show speel, dan kan dat heel erg een indruk wekken dat dat allemaal zo wat in elkaar overvloeit. En redelijk, stream of consciousness gebeurt. Maar ik regisseer dat wel. Ja, Allee, ik weet ja. wel wat ik waar zit. Ja. Soms wordt een show helemaal anders doordat je zegt ik heb dat stukken ineens daar gezet ja, ja. En ineens klopt dat. Dus je vindt, eh, ik denk dat Theo Maaster zei dat heel mooi dat je ook zei van op een bepaald moment vinden de juiste verwoording en dan godden daar ook niet meer van weg. Dus ja. dan wordt dat ook wel, dat wordt ook een script hè, uiteindelijk. Maar ja. wat dat wel altijd heeft, is dat het een soort um, vrijheid heeft van als het script er is, dan kun je ook off-script gaan. Dan kun je ook ja. zeggen: Oké, okay, nu zien we wel, hè, want sommige van de leukste bits die op het einde van de tour mega hard scoren. Dat komt letterlijk voort uit een grap van 10 van seconden. Hè? Ja. En dat is ineens 15 minuten. Ja. Dat je denkt: waar is dat allemaal vandaan gekomen? Maar je voelt dat, dat wordt groter en groter. Ja. En ineens, op een magische avond, dat ik dat weer te vertellen. En valt er ineens zo'n raket binnen. <laughs> van totaal de andere kant. Dat je denkt: oh ja daar kon ik ook nog naartoe met dat. En oh. Dat is een mooi moment. Hè? Ja. Dat je dat zo echt voelt dat je denkt. Ah, oh, ja. zalig! Ja. En dan leeft dat stuk ook helemaal terug. Ja. Want soms, sommige de stukken, denken ook, allee, misschien, ik weet niet of jullie dat hebben, in een voorstelling, dat je denkt, hier moet ik even deuren, dan komt dat andere stuk dat ik toffer vind. Ja, maar dat weet je dikwijls pas na, na hm. 50, 60 voorstellingen. Ja. Ja. In, in het begin voelde dat verschil. Ja, absoluut, en dan, als, als we dat beginnen voelen, dan, dan, dan groeien we het om, hè? dan veranderen we het. Hè? Ja. En als je dat niet meer voelt, hm. dan is het een goede voorstelling. Ja. Dat is eigenlijk waar. Of dan zit het totaal niet meer mee met wat je zelf aan het doen bent. Ja. <laughs> dan ah. gelooft je en mythe. Zo. Het is allemaal goed. Wat ja. oh, ook een heel mooie uitspraak van u vond, was: je hebt psychologie gestudeerd. Je zegt, ja, eigenlijk had ik, doe ik met wat ik nu doe veel meer voor de mensheid dan als ik een psycholoog had geweest. Heb je dat gezegd? Je hebt dat, dat ooit gezegd. dat is cool, hè? Shit. Ik heb dat gezegd. Ja. Jij toch psychologie gestudeerd? Hè? Ja, ja. Ah, Oké. Okay. Um, ja in een tijd dat iedereen uh, zot ontworden is uh, alleen de mentale problemen bij de jeugd erger zijn dan dat ze ooit geweest zijn corona een beetje een blootlegger ervan hadden daar ja er nog altijd achter Denkt je dat je echt geen goede psycholoog had geweest ik weet dat niet ik weet dat niet um, nou ik, ik denk dat ik uh, mijn, mijn beter ben in, in muzikant zijn en op een podium staan, dan, dan als... Dat denk ik echt wel, omdat, omdat ik niet de meest empathische mens ben op deze aardkloot. Uh, zeggen mijn vriendinnen mij keer op keer. <laughs> Het is allemaal zeer herkenbaar, Rafa ja, Walschaert. Ja. Uh, <laughs> Ja, André, het is ook andersom. Mensen zeggen nou een voorstelling, ik was gemerkt had, dat ik heb psychologie gestudeerd had. En dat is natuurlijk ook bullshit. Het, het, het is al wie zegt, en zei en, en, en al die stapjes die ik gezet heb in mijn leven en onnozele stapjes en, en grote stappen en alles, dat speelt allemaal mee. Maar psychologie is ook een interessant vakgebied. Je hoeft niet een goede psycholoog te zijn om gewoon... Er zal toch een reden geweest zijn waarom dat je dat gestudeerd hebt. Misschien heb je daar toch iets uitgehaald. Want uiteindelijk is het wel ja, vijf jaar bezig zijn met hoe dan een mens denkt. Ik heb daar mijn... Mocht ik nu opnieuw kiezen, zou ik eerder filosofie of, 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 of uh, politieke wetenschappen, uh, maatschappelijke wetenschappen gekozen hebben, denk ik. Moest ik weten wie ik, waar, waar mijn interesse nu ligt. Maar ik ben ja, zeer uh, geïnteresseerd in... Ik, ik hou van theoretische dingen. Hè. Ik lees graag theoretische dingen. Hmm. Dat, is, dat, is wel, dat is wel gebleven. En ja, het is nu een, uh, ongelooflijk, een ongelooflijk grote case study een uh, massa psychologisch wat er nu gebeurt. Ik stond, stond met grote ogen naar te kijken. Hè. O, echt waanzinnig vind ik het. Uh, ik, heb, ik heb geen sluitende mening ofzo, maar ik vind het wel een, een waanzinnige tijd. Ik snap wel de psychologie, het psychologiegegeven, je zet dat ook een klein beetje als je op podium staat en ergens over praat. Je praat ook een beetje over de human condition, hè? over wat het ja. is om de mens te zijn, ja. waar je over nadenkt, waar dat je mee zit. Je blijkt dan ook altijd volledig niet zo uniek te zijn als dat je denkt dat je bent. En maar goed ook, want anders zou een heel zaal niet begrijpen waarover dat jij bezig bent. Dus hé, je, geraakt, je raakt ook een soort ding aan dat heel dat is, veel mensen voelen. Dat is Monty hè. Python, hè? We're, ja. we're all individuals. Dat is zo goed. I'm not. Ja, I'm not. <laughs> je moet er ook altijd zo wie een hebben dat hij zegt: hé, zo, The salmon moose. <laughs> I didn't have the salmon moose. Hey, je moet altijd zo die ene hebben. <laughs> maar um, ik, heb, ik heb ooit eens een voorstelling van u komen kijken ook dat je samen met de Michael van Peele ja, gedaan ja, ja, had. Ja, ja. En uh, omdat jij nu er net bezig was over politiek en dat soort studies, daar was er eigenlijk heel veel. Je, he, je zag ook een, een. Ik heb dat ook al met columns en zo, dat je al geschreven. Je hebt een hele maatschappij-kritische kant ook, hè? Je zat mm -hmm. daar ook redelijk veel mee bezig, ja, ja, ja. Ja. of redelijk mee begaan. Um, ja, hoe hoe zit dat nu? Hoe voelde jij je nu in deze tijd? Zit jij omdat je minder op een podium staat? U meer druk te maken in dingen? Of zit daar een, voelde jij dat daar nog een deel van naar een voorstelling gaat gaan? Of is er iets... Dat, ik, 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 heb inderdaad een, ik ben redelijk veel bezig in mijn privé met politiek en maatschappij. Maar ik vind dat heel moeilijk, in mijn geval, om dat naar een podium te vertalen. Mm -hmm. Dat is zelfs een beetje een frustratie. Um. En waarom vind, dat? waarom vind je dat zo moeilijk? Daar heb ik al veel over nagedacht, Alex. Ik denk, um, omdat ik geen goesting heb om, om na vijf minuten mijn publiek te polariseren. Uh, de, de zaal in links en rechts te verdelen, of de zaal in, in uh, ja, uh, uh, ethisch bewust of niet ethisch bewust te verdelen. Ik heb, ik, dan, ik heb het gevoel dat ik dan de controle weggeef op voorhand al of zo. Uh, ja dan ben ik heel vaak aan het spreken. Ik, nee, het, maar nee, uh, ik, denk, ik snap uh, wel wat je wilt zeggen. En ook het ergens, ja. mij met, met al die jaren bezig zijn, besef. Ik ik zei dat straks, kom je voor in speelt aan. Uh, wij kunnen heel veel doen op het podium. Binnen onze vorm kan er heel veel. Uh, maar toch ook niet alles. Uh, het is heel moeilijk om in poëtisch te zijn, wat wij toch ook willen zijn als we songs maken en zo. En boom, pas, vijf minuten daarna in één keer. Uh, ik ben komen kijken naar jou in de Stad mm -hmm. uh, En ja, dan zit ik daar mijn gezonde jaloezie nog te kijken hoe dat jij gewoon in het rond kunt stampen. Zo in <laughs> alle meubels kapot moeten. Uh, en dan mm -hmm. toch een minuut later in één keer. Uh, zo, ja, tot, tot, tot heel evenwichtig iets kunt zeggen over een bepaald onderwerp. Nou, dat vind ik dan weer. Super nieuwe vorm. Dan heb ik het alweer al uh, honderd keer verknoeid vooraler ik daar sinds. Want dat is, het? dat is ook met die, met die try-outs hetzelfde of gelijk dat een Andries mij de laatste. <laughs> Manden heeft moeten meemaken. Dat je zo van tijd tot tijd zegt: kalm, kalm, ga ze die al de tijd kwaad? En dat je dan zo denkt: ja, dat is altijd die eerste fase waar je door moet, mm -hmm. vooraleer dat je ja. zelf je eigen moet gaan relativeren. Ja. Natuurlijk, want anders dan, dan wordt het. Hè. Ja. Ik denk dat ook vanaf het moment dat je politiek en maatschappij in een show gaat verwerken, moeten je, je altijd de hoede tegen dat, dat vinger hebben. ik zal het eens even gaan zeggen ja. tegen jullie allemaal. Ja. Met mijn? Met mijn, uh, hoe zeg je dat? mijn achtergrond van helemaal niks. Ja. He, zo, gebaseerd op alleen maar dingen die ik gelezen heb. Of over... ja. Dus het is, het, is, het is moeilijk, maar het zit wel keihard in u. Want ik zag dat wel bij de Michael. Ik had wel zoiets van ja, maar hier, hier ja. komt het wel. Het is niet dat ja, maar ik zie de Michael er ook mee, mee, mee worstelen eigenlijk onder elkaar kun je soms een mening hebben, maar die wordt dan onderuit en je ja, begint te twijfelen aan een mening en het is gewoon super moeilijk ik vind, als, als, de, als ik discussieer met de Michael over politiek, dat wordt nog een tijd ook moeilijk <laughs> dat is, het wordt met iedereen moeilijk nog een tijd, en wat zou dat dan op het podium, dat is, dat is echt een moeilijke, dat is echt heel moeilijk, vind ik de laatste voorstelling van Theo Maassen, dat vond ik echt indrukwekkend graaf. Ah ja, dat hem zoals een gorilla in de zoo ziet. Dat is toch net zo met dat. Die zijn wij gaan kijken. Ik zit er niet mee. Hij is toch geweest? Ja, dat was die een dag hier en ik zijn s'avonds... avonds. Ja, dat is juist. Ja, kon niet. Ja. dat dat hem eigenlijk een voorstelling mocht vanuit het standpunt van ik als bemiddelde witte man. Ja. Je het heel moeilijk in deze tijden. Het uh, moeilijk hem dat toe, maar ik vond, vond ik, ja, dat vond ik fantastisch om er jaloers op te zijn eigenlijk. Mm. Ik vond het echt een max hem dat, dat hem dat maakte. Ja, hij eindigt ook met zo'n gigantische opsomming. Wat <laughs> hem dan eindigt met. Dat is allemaal uh, zo. Hè? Met de dank aan de witte man of zo. Maar dat is echt een opsomming. Er <laughs> komt geen end om. Wat dat ook weer zo grappig maakt, omdat dat zo erover is. Ja. En het is een decor, is ook net, hè, want hij zit in het begin ook zo, gelijk een naap op een rat. Ja. Dus, dus ja, het is, het is een figuur ook, hè, man, die kerel. Ja, ja het, is, het is echt heel straf, vond ik dat, Jullie ik... spelen nog altijd veel in Nederland ook? Of, ja. of toch ook, want de, ik, ja, ik herinner me, je hebt daar toch ook een. Ja, jullie hebben zo'n zo rare, unieke plek in heel dat gegeven. Ja. Je kunt u niet klasseren onder eten, nee. want cabaret, ik heb het nu in die leiding. Ik oh, doe eigenlijk geen cabaret. Nee, maar ja, het is, maar, het is ook maar een beetje uit de luie gemakkelijkheid dat je ja. je plaatst, Maar dat is eigenlijk nonsens, want dat is inderdaad ja. niet weten. Hoe zouden dat zelf eigenlijk omschrijven wat dat je doet? Geen idee. Dat is belachelijk om Ik ja. weet dat dat een stomme vraag is, maar ik wil dat toch. Zijn er ooit iets tegengekomen zo? Mag ook iets internationaal zijn dat je zo zegt dat, is... dat komt in de beurt van wat wij doen? Klinkt bijna hoofwaardig, maar eigenlijk niet. Wie kent dat? <laughs> ik weet dat. Nee, nee zegt: ja, nee, ik, 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 weet, ik weet dat niet echt eigenlijk. Nee, ik weet het niet goed. Ik weet ook niet, als, ik moet, als ik nu zelf moet uitleggen wat wij doen, dat vind ik ook wel heel moeilijk. Mm. Dan misschien ja, de, misschien grap Jij bent meer een oercomedian dan. Dat is waar. Van wat ben ik een oer? Minder duidelijk. Mm. Is wel. Misschien iets dat ik, dat ik ook altijd heb willen vragen, want hè, de, jullie liedjes zijn natuurlijk bekend als muzikanten, zijn jullie bekend als totaal pakket, maar de humor. Waar zit die bij jullie? Was zijn de grote inspiraties als je daar naar kijkt? Of wat is jullie klik? Waar hadden jullie ook door van, wij kunnen niet alleen zingen en spelen, maar wij zijn ook grappig. Ja, zijn we zijn wij grappig, hè. Dat is, dat is nog maar, buiten, onze, buiten de context ik, van. Er toch al veel mensen met jolle Noren lachen, dus ik denk het wel. Ja, in, ja, in, in een volle Norenberg kunnen, kunnen wij grappig zijn en kunnen wij de zaal heel hard laten lachen. Buiten mm -hmm. die context van onze voorstelling zijn wij op zich geen grappige mensen. Uh, ik hoop, op de, de ik op, niet, Nee, jij bent <laughs> een hele grappige mens, mm -hmm. maar uh, dat. I, i, ik heb het heel moeilijk op televisie bijvoorbeeld. Uh, ik vind het niet zo moeilijk van in, van, van in de laatste show of, allee, of in een tv-programma te zitten. En te, omdat je een première hebt van een nieuwe voorstelling en dan over die voorstelling te moeten praten. En dan denk je: oh, ik vind dat zo, maar ik kan dat niet goed. Ik, ik weet van mijn eigen dat ik niet goed ben op tv. Ik ben, eens, ik, ik ben alleen maar een grappige mens als alles klopt. En, en wij moeten eigenlijk heel lang nadenken uh, 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 voordat we grappig zijn. Mm. Dus dat is toch ergens een soort constructie opbouwen, waar dat dan uiteindelijk uh, uh, appels in de bomen groeien, en die appels vallen dan als humor eruit of zo. Zo, zo, zo zou ik het omschrijven. Nou, want ik merk wel, er zijn zo'n paar parallellen in onze, in onze carrière, vind ik wel, omdat ik ook altijd naar jullie gekeken heb als mensen die het theater in me gebruikt om groot te zijn, mensen die ook vooral theatermensen zijn. Mm -hmm. Mensen die graag live op een podium ja, spelen absoluut. en het daar allemaal laten Absolute. gebeuren. En tv zijn zo dingen, die zowel bij jullie, als je het dan hè, bij, bij marek Uiterhoeven zag, hè, dat jullie bij Morgen Maandag zaten en zo, dat, dat er um, tv is voor jullie een vehikel geweest om dat, om dat live gebeuren nog meer open te trekken ja. naar meer volk. Zonder twijfel. Maar je bent niet tv geworden. Je bent niet veel meer dingen voor tv gaan beginnen doen. Nee, omdat, omdat het ons ding niet is. Ja. Dat is echt waar. Ja. Omdat dat echt ons ding niet is. Dat is mijn biotoop niet gewoon. Ja, waarom is hij niet? <laughs> Want liefde voor muziek was toch goed? Ja, maar dat is ook al lang geleden dan weer. Hè? Nee, het liefde voor muziek is heel lang geleden, hè? Twee Want, jaar geleden. Nee, maar ik bedoel, je zag ze toen op de tv. En ik dacht, oh, ze doen nog eens iets mee. Ze zenden ja, nog ja, eens ja, ja. ja, ja Want ja, ja. jullie zijn niet degene die te pas en te onpas in elk programma. Zie je die passeren, hè, wat je met veel mensen wel hebt. En ik doe dat ook relatief weinig in vergelijking met veel anderen. Dus daar merk dat hier hebben ze ook echt voor gekozen om daar al mee te gaan doen. Ja, om, omdat we live muziek konden maken hè, met goede muzikanten. Alleen we vonden eigenlijk, we hebben nu geen reden om nee te zeggen bijvoorbeeld. Dat is, dat is echt, en ook ja, gewoon simpele zakelijke promo. Uh, Redenen uh, zo acht weken op primetime kunnen zijn, met, met, terwijl je met een goeie band, met zelfgeschreven uh, teksten, allerlei vertalingen in ons geval dan, aanwezig mm -hmm. kunt zijn. Ja, dat hebben we op jou gezegd en ik heb er ook geen spijt van. Maar uh, dat, dat blijft moeilijk. Hè? Uh, je je, je, je zet er op zo'n zo range, zo'n zo hacienda. Uh, en s'avonds wordt dat opgenomen en overdag zijn ze dan bezig met die, allee, er loopt altijd een cameraploeg rond die, die ja, zitten ze daar zitten om eens uh, een match schaak te spelen met die Leijers bijvoorbeeld? Uh, jo, zo, ja, ja. Mm -hmm. Dan zitten een half uur bezig met het schaakspel te zetten en in de camera en zo en dan moeten ze maar dan is het vooral het gesprek dat je hebt, dat belangrijk is als ze opnemen. En de, oh, nou, dat is niet echt, dat is, allemaal, dat is echt mijn ding niet eigenlijk. Ja. Dat is zeer fake, hè? Ja. Niks op tegen. Een goede fee kan super zijn en tv kan super zijn, maar ik vind deze veel plezanter om te doen. Hier voel ik me wel goed bij uh, lullen, meulen. Ja. Uh, maar dat kunnen we maar zelden op tv. Dat is waar. Dat is... Ik zin op de... In een talkshow zie je dikwijls: je, 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 je krijgt een vraag uh, van waar uh, jullie inspiratie om jullie voorstelling uh, brekend te noemen. Hè? Is er iets gebeurd of zo? Uh. En dan begint het antwoord en dan zie de lieve Van Gilsol zijn Zo'n mm -hmm. steekkort kijken wat de volgende vraag is, eigenlijk. Mm -hmm. uh, dan zeg ik, ik voel een bos in. Ja, ik snap dat. En dan heb je nog een oortje vaak: hè, dat er iemand van de redactie zegt. Ja, je ziet uh, dat daar aan de andere kant van de tafel uh, Mark wilt reageren. Ja. Hè, en dan is dat zo: zeg Mark! Uh, en dan, ja, en dan ja. zit hij er zo. Uh, uh, ja, ja. Hè, dus je voelt ook wel: bij mij heeft dat lang geduurd voordat ik een klein beetje op mijn gemak was. Ja. Twee glazen wijn, was ook altijd een winnaar bij lieve van Gilds. Ja. Dat ik letterlijk, dat was al bekend, dat ik eraan kwam, stond er al een glas roeien wijn. Dat deed hem nodig voor zo'n klein beetje dat los te laten. He, voor ja. er gewoon te kunnen zitten en ja. te kunnen zeggen. Ik zeg het. En als het niet valt, dan laat ik het gebeuren. Ja. En dan pak ik het wel weer wanneer ik ja. voel dat het komt, of ja. zo. Terwijl in het begin, als ik op tv kwam. Was ik te aanwezig. Ja. zo te hard ja. ja, ja. Maar dat ik, ik het, dat ja. is ook niet leuk. Ja. En dat is ook iemand, en je gaat nooit mee een goed gevoel doen. Nee, dat hebben we al geleerd, dat moet je echt niet doen. En je moet nee. niet proberen hier te zeggen op TV. Eigenlijk. Nee. Je moet er gewoon zijn. Hè. Ja, dat is echt waar. Op het, dat je probeert, op het moment dat je een intentie hebt, dan is het onder de klote. Ja, ja. Je kunt er in ja. treinen, politici zijn er heel goed in. Hè. Die proberen mm -hmm. wel iets te zeggen. Ofwel moet, moeten we dat doen, Alex, dat, dat we ook wat mediatraining doen en dat we weten oh. van gelijk, wat ze vragen, dat ze vragen, waar we, uh, hoe is mijn verkleinen, dat je binnen de tien seconden toch om een politieke boodschap bezig zijn, <laughs> of uh, of wel, we moet je gewoon niks proberen te zeggen, denk je? Dat is wat ik wat meer het loslaten. Want dat is inderdaad ook een truc dat werkt. Zo. Dat heb ik dan inderdaad afgekeken van politici en dat soort mensen. Dat je zegt: ja, ja, nee, nee, ik kon ik hier vertellen wat ik ja, wil voilà. vertellen. Jij stelt een vraag zeg, ja, ja, dat is interessant. Ja. Maar. Voila, en die zit voila. er zo: oké, okay, ja, ja. Dan, dan is het maar dat. hè. Ja, zo, maar ja, ik, 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 ik blijf het ook een. Ik heb er een hele harde. Dat blijft ook een struggle bij mij. Ja. Zo, ik voel, vanaf dat ik een theater binnenwandel, die een typische ja. geur ja, dat voilà. in een theater voilà. hangt, dat houdt die planken, dat volk, voilà. die situatie, dan denk ik, ja, hier zit ik thuis. Ja, voilà. Hier kan ook niks erg mij overkomen. Ja. Ook al is het, ga het niet goed, ja. er is zo'n enorme eerlijkheid in dat moment, ja. dat dat niet uit mag. Ik heb dat ook. Ja. En wij hebben alle twee de chance dat wij, dat wij niet, echt, niet echt televisie nodig hebben om, om, om ons publiek te bereiken. Hè? Mm -hmm. Dat is, zie ik als een grote luxe. Ik ja. collega's uit de muziekwereld zie die een plaat maken en zo afhankelijk zijn of dat die plaat hopelijk uh, opgepikt wordt en gedraaid wordt. En als dat niet zo is, dan valt hun een tour in het water en dan komen de mensen in en wordt het niet geboekt. Oh, dat is zo. Daar ontsnapt, daar mij allemaal aan. Op het moment dat wij aankondigen, zowel jij als Comifo, als, als er is een nieuwe voorstelling en ik, begin, ik ga dan op tournee, dan, dan, worden, dan, dan beginnen de mensen tickets te kopen. Hè. Mm -hmm. Onafhankelijk van of we een plaat gemaakt hebben of niet. Ja, Een enorme luxe, vind ik. Maar tegelijkertijd maakte ook, je hebt nog niet zo lang geleden een, een plaat gemaakt, Liefde zonder meer, waar je echt gegaan bent voor songs. Um, hoe dat is ja, voor jullie natuurlijk ook weer het goede. Je hoeft niet afhankelijk te zijn van: zal Studio Brussel de single draaien? of dat iemand in die plaat geïnteresseerd is. Neem, ik neem aan dat dat iets is dat jullie ook vaak meenemen op voorstellingen en dat er daar dan ook veel gebeurt. Of, van gebeurt verkopen, dat ook, Ja, Of gebeurt dat ook in de winkels best veel? Jullie hebben wel een heel trouw publiek. Ja, natuurlijk. ook in de winkels. De beiden eigenlijk. Ja. Uh, voor de laatste plaat is het goud geworden, dus uh, dat zijn. 10.000 exemplaren verkocht, dat is echt in deze tijd echt heel dat veel. Is wel, dat is once in deze veel. tijd. Ja. ja. Is dat, is dat, <laughs> dat altijd is is niet, veel niet veel is meer. Is dan altijd zo... Na al die jaren uh, waken we erover dat je nog zo als kind zo blij kunt zijn van fuck, dat hebben we hebben toch weer al gefixt. Tuurlijk man. Ja. Heb je er een mis voor om de winter te zijn? Uh, te voilà, halen. Ik, ik denk wel. Want als ik dan zo mis, ja, je moet dat relativeren. Hè. <laughs> <laughs> nee, nee, maar natuurlijk is dat toch tof, dat is toch, toch graaf. Nee. Uh, nee, ja, zo, zonder veel op de tv, en, op de, en zelfs niet zo vaak op de radio te komen, bereikt, voel je toch dat je muziek een, een publiek bereikt, en dat is toch waar ik, het, waar ik het voor een stuk voor doe. Ja, maar ik, ik ben vooral ook onder de indruk van dat zo die eenheid die al meer dan dertig jaar blijft gaan, dat is toch zo. Ja, dat Tussen ik, ons twee. Ja, dat vind ik mm. ongelooflijk schoon. Maar ja. tegelijk, dat moet toch mijn momenten zo. Ja. Dat is heel lang geleden aan Dries. Twintig de, 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 jaar geleden was, was de, bij, bij mijn broer zo de irritantiedrempel ineens bereikt. Uh, en dan, dan was het even heel spannend. Uh, en dan, want <laughs> dan speelden wij. Allez, Acht keren per week, bij wijze van spreken. Alleen dat, dat was echt te, te veel eigenlijk. Gewoon alles aanpakken, grote dingen, kleine dingen, nooit niet thuis. En dan, op een moment we niet meer samen rijden, niet meer sameneten, heb ik alleen nog op het podium zien. <lacht> <lacht> Dus, Maar dat was, dat, is, dat was dan onze vorm van ja, eigenlijk van een te hebben en van, van irritatie te hebben en zo. En dat zat dan bij hem, en ik kan dat. alleen, ik, ik, ik begrijp dat toen ook al. Maar heb ik hem dan toch <laughs> kunnen kalmeren. En dat is eigenlijk twintig jaar geleden, denk ik, wij ondertussen een goede huwelijk geworden zijn. En dat je op voorhand aanvoelt wanneer je elkaar gerust moet laten. En dat je niet altijd over alles moet kunnen babbelen en dat je over sommige dingen maar heel af en toe moet kunnen babbelen. Uh, ja, dat, gaat echt, uh, dat, dat gaat echt vanzelf. En nu, Zien jullie elkaar ja. veel eigenlijk, buitenspelen? Uh, ja, we zijn broers, dus we zien elkaar ook ja. ook familiaal en zo. Maar eigenlijk hebben wij niet zo'n soort familie dat we elke, elke week uh, op de koffie zitten bij, ons, bij onze ouders of zo. Nee, feitelijk niet. Hè. En mm -hmm. toch ook weer wel voor een stuk lopen we een vriendenkring. Voor een stuk genoeg wel wat, wat samen, wat gemeenschappelijk en zo. Is er nog nog wel eens gehoord? Is een broer of een zus? Een zus. Ja, en hoe? <laughs> dus die is uh, acht jaar jonger dan, dan ik en dat is een onderwijzeres. Die heeft vier dochters. Oh, die heeft een, een heel ander leven. een heel goede band met me, maar een, een heel ander leven. Het ja. is niet muzikaal. Die. Dat is ook goed. Dat talent edu totaal gepasseerd. Zo. Dat, is wel. dat is ook beter is dat hij een frituur uitgaat. Dan dan ja, helemaal, dat, dat, of een hot ja. Of een discotheek. Maar ik denk eigenlijk hè, dat, dat je dat straf vindt, dan met, zo, met twee uh, zo'n zo 30-35 jaar samen ik, ik denk eigenlijk dat er dan ni niks niet meer tussen gaat komen. Want die ouders, dat, dat moet ook een zekere fierheid. Het dus is bijna te schoon, hè? Mm -hmm. Mijn vader die zit in een Narenberg. Mm -hmm. Op die gastenplots, en dat is rij 11 of zoiets, ik weet niet. Allee, ja. mm -hmm. En die zit zo. Dus die, daar, daar is het podium, en die zit zo. <laughs> Je <laughs> ziet die, die, die show niet. Ja, je geneet van... zo van die reacties en van dat applaus ja. en van die rock. Ja, Dat is ongelooflijk. Ja. Je moet tien keer een show zien vooruit om alles goed in te zien. Ja. Dat een zo'n het publiek ontzien is. Dat is wel cool. Ja, dat is cool. Ik heb dat ooit in de Narenberg gehad. Dat is ook zo'n beeld dat ik nooit meer vergeet. Dat ik zo gedaan had met spelen. Zo. En ik kom zo op het podium hè, na de. Hè, zo. Ik denk dat je hebt een blackout en je komt terug op. Voor het applaus. En ik zie ineens mijn mama zo recht zo, En dan zo al de rest van de zaal. Maar de mama stond er zo helemaal alleen. En ik had toch ook zo'n moment dat ik dacht: oh, dat is wel cool. Zo, zo, dus waar, ik mama... heb het juist zelden meegemokt. Dus Fokken ja. en alleen, alleen standvalsie gaf. En dat duurde net iets te lang. voordat dat de andere mensen. <laughs> en dat, dat is. Ik was gegeneerd toen. En dat is, eigenlijk, dat is een dubbele emotie eigenlijk. Hè? Want dat is zo fantastisch dat hem dat doet en zo. En mm -hmm. toch toch is dat ook een betaald. Ja, dat is dubbel. Uh, ik snap het. Vooral als dat niemand anders opstaat. Ja. Je ziet alleen en je denkt, kom on, maar dan ja. nou gewoon zitten. Het is, want daar wou ik er ook nog op terugkomen, we waren er straks over bezig, toen Stef Camille Big Whale deed. Ik moest ook heel hard lachen met u. dat je zei, god, toen ik had nog gezegd dat ik niet ging blijten op een tv. Dat was, dat was echt iets dat je oh. waarschijnlijk had voorgenomen. Je had al afleveringen gezien. Je dacht, maken ze daar niet. Nee, mee maar hebben. dat is het eerste dat ze, als ze vragen of om, om wilde meedoen met liefde voor muziek, dan denk je je zit er allemaal te blijven. Ja, mm -hmm. nee, dat zie niet dat ze wel niet zitten zijn. Dat zal ook niet gebeuren. En ja. Toch is dat ongelooflijk. Zo'n zo respect voor het dan, en zo'n grave muzikant, en die versie had hem deed, was echt wel mm -hmm. fantastisch. Ja. Ja, en, uh, maar dat is je, heel, heel straf. Ik hiel ja. het niet droog. Ja. <laughs> en ineens zeg je over die grens en dan kunnen we niet meer stoppen. Ja. Want hoe was eigenlijk heel die, heel die ervaring? Ik kan me dat voorstellen dat ze jullie vragen: dat je onderling even babbelt van willen we deze wel gaan doen? Want je kunt ook met een. En dat vind ik wel tof, aan dat programma Dat is ook een beetje geëvolueerd, vind ik. Doorheen de jaar. Toen dat begon, vond ik dat heel hard. Zie ze daar allemaal fan zijn van, elkaar, van ja, ja. hun eigen nummer, ja. gezongen door iemand. Ja, en zo. Ja. Je kunt al heel snel gaan naar dat. is weer een bende bekendheden, dat allemaal ja, elkaar ja, absoluut, een schouderklopje geven. Maar dan krijg je de momenten, gelijk dit en gelijk bij jullie. En er zijn nog afleveringen geweest. en met Johanna Schenaar, dat die hier ook gezeten heeft. waar je iemand bezig ziet, waar je wel denkt: ja, deze is gewoon echt wel zonder meer. Kijk ja. je kunt niet meer. Er naar kijken en er zowel ja. cynisch over doen. Ja. Want je ziet heel goede muzikanten, ja. heel goede interpretaties maken van ja. heel goede nummers. Eigenlijk. En vooral, ja. dat muziek, het valt ook op dat muzikantenprogramma dat dat heel dun bezaaid is hè, op de zenders. Hè. Ja. En we wilden mee zeggen dat er niet veel zijn. Nee. Ja. Iedereen luistert naar muziek. Vlaanderen heeft belachelijk veel concertzalen, ontelbare muzikanten in alle genres, hè, wat ook je ding is. Maar als, je moet maar stellen hoeveel muziekprogramma's het erop is. Ja, zijn. heel weinig. Zijn. Zeker live. Ja, Zo goed als niks. Ja, nee. ja. Zo echt live, het is de manier dat we dat aangepakt hebben, echt live ja. kunnen spelen met die band. Ja, dat was wat ons... Daar zit ook ons sterke ons kracht. Hè? Hoe, zit, hoe zit dat eigenlijk? Een beetje blik achter de schermen. Ik heb het ook onder Johannes gevraagd. Hoe was dat bij jullie? Hoeveel hebben jullie te maken met die arrangementen? Alles? Alles. Zit die, dus jullie... Alles. Jullie zitten samen met die band en jullie ja. zeggen: Zo horen wij het, dat gaan we doen. Tuurlijk. Oh ja, worden, zeker. worden de nummers ook voorgesteld aan jullie? Of kiezen jullie echt zelf, zeggen jullie nee, dat willen we doen? Het eerste wat er is dat je. De... Want er zijn toch ook artiesten waar je niet veel mee hebt of niet Absolute. veel van kent. Absoluut. Maar ja. je kunt bijvoorbeeld uh, over Bart Kael hebben wij over hem. Ik, ik zag op de zevende dag Bart Kael en, en Luc Appermond samen zitten en ik dacht, dood... schokoppel, ik werd sentimenteel mm -hmm. uh, om hun, als ze zo al, hey, alle twee hard geschminkt en, en uh, al, al 30 jaar samen of zo, en ik dacht, dood... schokoppel, en ik, ik, schreef, dat schreef ik, ik schrijf altijd zoveel mogelijk op om niet te vergeten, dus dat zit in mijn notities, Luc Appemond en uh, Bart mm -hmm. K.L., schoonkoppel, uh, schoon over de liefde gepraat, voilà. En hij heeft gekozen om daarover een leken te maken. Hè. Mm -hmm. Je moet, moet dan maar eens sturen en lusten, dat gaat eigenlijk, ik doe dan een ratel, en dat gaat precies over, dat kan lachen met zijn homo zijn, maar dat, allez, dat op het einde komt, dat, gaat dat eigenlijk over de, over, over de, over de liefde. Ja. Gisteren zag ik Helmoet Lotti <laughs> over dat programma op de VRT, en die zei, oh, dat was wel heftig wat jij deed tegen Bart Kajel. Ik zei, nee hey, man, Helmoet, dat ging over de liefde. Ja, 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 ja. maar die eerste vijf minuten, zei hij, dacht ik echt... Uh, <laughs> <laughs> dus je kunt. Ja, ach, ik, ik vond geen lied dat wij serieus konden doen van Bart Kael. Mm -hmm. uh, dat is ook Zonder denigrerend te zijn, maar dat ander, dat, die genres liggen te ver uit elkaar. Maar ja. Dan, dan lossen we dat op die manier ja. op. Hè. En dat hebben wij wel regelmatig gedaan. Ja. Wie, wie, vond, wie, Bart K.L was een moeilijke. Wie vonden het nog moeilijk? Als je iemand moest kiezen voor iets van te doen, um. of wie vonden het gemakkelijk? bij wie had dat Ach, dat komt vanzelf. Hier weet ik al direct wat ik wil, wil doen. Eigenlijk, eigenlijk, ik moet nu echt nadenken. Bij wie dat het moeilijker of gemakkelijker was. Uh, Stef Mil kende, alleen ik kon niet van deze doen of van 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 uh, Zita Swoon of zo. gekend dat is eigenlijk, dat deed eigenlijk een beetje hun leven begeleid in muziek. Dat kende allemaal mm -hmm. wel. Maar dan mocht het daarom niet gemakkelijker om, om, de, om de cover te doen. Uh. Zei je daar ook uh, achtergekomen dat? Want dat is ook zo, toch zo'n theorie dat je wel hebt, wat dat, als je muziek helemaal stript, hè, want dat moet je dan doen als je een artiest moet pakken, dat je dan ook voelt dat de verschillen ook niet zo enorm zijn. Want dat, dat wat Tussen liefde voor... verschillende artiesten. Nee, we liefde zijn, voor muziek, fantastisch. Soms ja. mocht is dat je nog iets ziet, een nummer, dat je in zijn origineel arrangement, dat u dan niks doet. Maar als er dan bijvoorbeeld een totaal andere artiest zijn arrangement overgeeft en eigenlijk enkel de noten en de ja. melodie houdt zit er soms nog niet te zien. Ja, als dat deze nummer had gewist, had je dat niet gemerkt. Mm -hmm. Wacht, hè? Dus ik het precies niet helemaal mee. Dat, inderdaad, dat, dat bijvoorbeeld muziek die in originele versie niet in uw straatje ligt. Ja. Je moet dat bewerken. Ja. Je haalt alleen de melodieën en de noten ja. eruit. Je geeft dat uw arrangement dat je dan doorhebt. Ja. Op de basis was dat wel Kijk goed. Nee, nee, niet altijd. Hè. Niet altijd. Nee. Mm -hmm. Soms is muziek. Uh we hadden het al straks over de Beach Boys en over uh, Madness. Mm -hmm. uh, van, oh, ongelooflijk fantastisch hè. Mm -hmm. Maar niet, uh, dat, is, dat is zo het is helemaal anders dan wat we, we en ik schrijven. Ook al is dat heel goed. En dat hebben ook met Laura Tesoro, die er toen ook bij was. Alle respect voor haar, maar dat is voor mij. Dat is wow, beat, dansen, uh, gaan zingen. Wow, wow, maar waarover dat zij dan zingt is echt secundair eigenlijk. Er is bijna niemand ook dat, dat, dat daarmee bezig is hè. Dus ook als je dat stript, ja, blijf je toch botsen op, die, op, op, op dat gebrek aan inhoud dan. Maar, maar dat zouden wij ook met Beach Boys hebben. Hè? Ja, ja. Uh, oh, maar dat zijn wel briljante melodieën, de Beach Boys. Dus alleen dat ja, het, het het, niet alles uh, sluit aan bij wat je doet. Eigenlijk maar heel weinig. Hè? Ja, mm. Terwijl je wel kunt voelen dat. Ik denk dat dat een beetje was waar jij in ging. Dat een song op zich wel overeind kan blijven. Of de melodie. Als je het stript van al de, ik zal dan maar zeggen, de tralala, de rond, dat, niet, dat helemaal niet in uw straatje past. Maar dat je dan denkt, oh, maar als we de melodie overhouden, maar ik begrijp ook wel bij u... Een goede song jullie wel. Jullie zijn heel textueel. Ook, ja, hè? Ja. Heel veel van uw ja. dingen, dat jullie ja. doen, is ook wat dat ja. je wilt zeggen. Dus wij kunnen niet ja. serieus zingen Duizend terrassen in Rome <laughs> da -da -do -do -da -da. Dat kunnen wij niet serieus doen. Nee. Terwijl je dat wel schoon kan vinden als Bart Kael dat doet. Hè? Ja. Dat mag er zijn, dat is schoon, maar dat kunnen wij niet. Uh, dat is onmiddellijk parodie en ik wil geen parodie doen. Want uh. dat lijkt het soms ook een beetje alsof je die persoon uitlacht, terwijl dat, dat totaal niet de bedoeling is. Parodie is, ja. is dat woord en dat, hmm. dat wilde wil niet doen. Hè? Maar je vindt altijd een ingang. Dan schrijfde een lied over Bart Kael en, 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 en Luc Appermond. En dat was eigenlijk wel mee. mee, mee en wat was dat? Want jullie schreven, jij schreef dan een tekst over die twee. En dat verwerkte dan in delen van dat nummer of zo. Je pakt wel dingen terug. Of... Ja, de, 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 melodie, de, de melodie bleef duizend terrassen. Maar ik, ik, ik rapte eigenlijk de eerste drie minuten lang. van dat een gast. Uh, naar het wc gaat, een deur trekt in plaats van. en alles komt, komt naar boven. En Niels en Bad komen eronder. en en, onder, en, oh, verdomme, en, uh, en de loodgieter. en die moet met zijn botten aan. en dat probeert dat te maken. en dan springt een buis. en dat was alleen, dat was alleen maar overstroomd. En op het moment dat die loodgieter neerzakt. en denkt: van dit krijgen we niet opgelost. hoort meneer op de radio bij de buren. duizend terrassen in Rome. En zo, hè dat is wel goed gedaan. Ja. Die had ik niet gezien, vandaar dat ik het ja. vraag. Want ik heb een aantal ja. van de, van de, ja, de afleveringen. Maar gezien. De, de, kon, de connotatie uh. met Bart Keijl, die, die gays en dan het over hebben en dat soort dingen, dat, ja, was, ja. dat was zo uh, op het randje. Maar dat we expres zo geschreven. Om, dat, om die volgende strofe te kunnen schrijven, die dan gaat over schoon: de liefde over uh, hij en zijn man, echt schoon. Moesten we alleen dat gedaan hebben, zou het uh, sentimenteel geweest zijn in Slijmbrich. Dus je hebt eerst dat gevaarlijke nodig ja. uh, om dat tweede deel te kunnen doen. Ik huh? snap het. Als ik een show maak, draai ik dat meestal om. Ik begin met sympathiek eigen materiaal in mijn leven, in mijn eigen onderuit te halen. En dan ging ik zo langzamerhand naar... En daar ging ik het overrollen nemen. Ja. ja. <laughs> zo, nu komen de onaangename dingen. Maar ja. juist was het, was het gezellig. Zo. Je hebt dat soms nodig. Zo'n ja, ja, gevoel ja. van, waar, waar moet het naartoe gaan? Hebt, uh, toen we begonnen hadden we het over je uh, over maagverkleining. Je hebt het ook al een paar keren gehad in uw shows. En je hebt het straks ook even vermeld. Je drinkt ook al een hele lange tijd niet meer. Ja, twaalf jaar en half al. Ja. Wanneer was een moment dat jij dacht van... Nu moet ik hier mee stoppen. Um, ik had toen een vriendin en zij was, uh, zij zei toen als ze bij mij kwam, fuck jongen, je zeep nogal. <laughs> uh, en dat was en dan en ik en ik zei, nou ja nu de andere, dat is nu allee, allee ja, ja, soms ja, maar dat, allee, ik, ik was helemaal nog niet in de fase om dat zelf toe te geven, maar die, zij was heel direct en ze bleef erbij. Mm -hmm. Zij kon ook goed drinken, ze. Maar net. Nou, ik was toen, dan gingen, wij, wij gingen uit, we dronken twintig pinten, kwamen thuis, zij ging slapen en ik dronk nog op een eentje uh, tussen zes en zeven morgens nog drie grote whiskies, hè. Dat was Daar zat ik in, in die fase. Ja. En ik was tegen de soundcheck, s'avonds, in dat theater, terug oké. Okay, ik heb nooit dronken op een podium gestaan, maar ik dronk, uh, dat valt veel te veel. Ja. En zij zei dat, en uh, we kregen door, ja, dat, dat bemoeilijkt onze relatie, en ik las uh, een boekje uh, van uh, een vriend eigenlijk, Pepijn liefis had een boekje geschreven over zijn kookverslaving, uh, een relaas van een stofzuiger. <laughs> Goeie titel. Goeie titel. <laughs> Goeie titel. En ik zat dat te lezen in Antiparos, uh, het eilandje waar ik al 30 jaar naar toe kon, een Grieks eilandje, smiddags dus om 12 uur met een half liter witte wijn even mij. En ik lees dat boekje, en ik op twee uur las ik dat uit, en ik klap dat dicht en ik, ik drink die wijn niet voort op en dat is twaalf uur en een half geleden. Och. Ja. 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 Ik, ik heb, uh, dat is een proces, uh, dat, moet, dat moet binnen druppelen, en, uh, en, dat is dan bij mij in één keer, boom, en dan ben ik gestopt. En dat is, mensen zeggen, wauw, bravo, super, wauw, goed. Nee Matig drinken, dat is, uh, dat is de kunst. Ik ja. vind dat spijtig dat ik dat denk, op die dat manier, manier moet doen. Kunnen jij dat of kun je nee, dat niet? Ik nee, dat niet meer, niet. ik durf dat niet meer. Nee. Misschien kan ik dat nu wel, maar als ik nu denk om een pintje drinken, ja. of vroeger, dat dat straks, wat wil jij ja, 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 ja. wil jij pintje? Als ik dan aan jou zou zeggen, wanneer, wanneer mag ik dan dat tweede drinken? Ja, ja, ja. De, die, de, daar heb ik echt geen zin meer om die strijd terug aan te gaan. Eigenlijk. En dat zou toch, die vraag zou toch opkomen. Dan zou ik denken: want niet vandaag en morgen. ook niet. Ik kon niet terug beginnen. Ja. Alleen al, nee, al een week geleden, dat pintje bijna. Zeg ik nu. Dan mag je misschien wel eens een duiveltje. Een ik, ik heb gewoon geen zin meer om daar om te beginnen. Nee. Hoe, dus, was, hoe was dat als je veel dronk wordt? jij iemand waar, Was dat meer een. Ik zal dat maar zeggen: een constante roes? Of was dat, waren jij wel momenten dat je echt zegt: ik ben nu. Bezopen? Of wat voor soort zat mensen waren. Nee, ik was een aangepaste. Ik heb ook nooit smorgens gedronken en zo. Hè. Mm -hmm. uh, ik bedoel, in de ogen van veel mensen zeggen: ja, Jij wordt toch geen alcoholiek. Ja, dat, dat, dat is afhankelijk hoe dat je zelf naar je eigen kijkt, natuurlijk. Kijk, ik, 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 ik vond op een bepaald moment dat het niet, niet, niet mijn oorspronkelijke bedoeling was om op die manier door het leven te gaan. Ja. Zoveel te drinken, eigenlijk. Eigenlijk, s'avonds was ik nooit nuchter, hè? nooit. Oh, ja. Na het optreden, wat is er zaliger dan een duveltje te drinken, dat je van het podium komt, niks. Dat is fantastisch. Mm. Maar we waren dan wel zo slim, in het begin ook niet, maar dan een paar jaar toch wel, om te beslissen van oké, okay, jij, jij drinkt na niet en jij rijdt met de auto. Maar als het mijn beurt was om te drinken, dan dronk ik, ik vier duvel, duvels binnen voor we met de auto vertrokken worden En dan gingen ik naar Rijwijn en Gent en dan naar de Salatan of het trefpunt. En dan dronk ik nog vier duvels en dan nog zes pinten erachter. En dan een raas En dan slapen we tot middag zeg. Ja. Niks op tegen, klinkt zelfs plezant als nou ik het zo vertel. <laughs> uh, maar niet om elke dag te doen. Het ding is dat je niet in een werksituatie zit. Dat je niet, niet in het weekend uh, wordt gesmeten aan mijn zetel. en, zaten, en dat je dan vijf dagen of fatsoenlijk gaat werken. Bij ons was het altijd, of is het altijd weekend. Hè? Ja. Zolang dat je oké okay bent, tegen dat je acht uur over zo'n podium stapt, is dat goed. Hè? Ja. Ik weet, of, ik weet niet of je dat herkent. Alex. Ja, sommige dingen. Ik ben, ik ben nooit zo'n mega drinker geweest, maar ik snap wel... Ja, ik heb wel periodes gehad. Niet van... Dat is nooit zo, zo geweest bij mij. Maar wat ik wel had, bijvoorbeeld, in, bij een bij paar van de laatste tours, dat ik donderdagavond vaak nog naar de Joker ging na een optreden. En dan begon ik direct gin tonic of direct rum omdat je, dat is een goed gevoel inderdaad, hè? Je ja. hebt gespeeld en je denkt, ja. ah, kom jong, taf. Ja. We gooien er een paar achter. Je ja. dus doet ik op zat. Want ik zat toen al, hè, zo, je gaat dan al vroeg s'avonds scheten. Je hebt een hele show. Elke liter vocht is het je lijf. En je kapt er dan wat alcohol op. Dat gaat direct naar je kop. Ja. Dus dat is ook een tof gevoel, omdat je dan even zo dat, dat loslaat, dinget. Maar ik kan me wel voorstellen. Hey, ik, ik weet dat niet. Want hoe was dat dan, hoe was het dan voor, u, voor uw vriendin of uw vrouw? Was die, had die wel een gevoel van: het is goed dat deze gedaan is? Of? Nee, dat was heel moeilijk in het begin. Die vond mij saai. <laughs> <laughs> Echt waar, die zei dat ook letterlijk. Uh... Ja. Maar allee, wij, Dat is nu een goede vriendin, nog altijd van mij. Mm. Uh, maar wij waren geen goed koppel. Een goede mm. vrienden maar geen goed koppel. Maar die zei dat letterlijk een miljard jij zijn veel saaier dan ik dacht, eigenlijk. Fun Bobby. Fun Bobby, van Bobby, ja, ja. Van Bobby. Ja, ja, Bobby Friends, dat is zo'n geweldige aflevering, die reeks Friends. En ja. Monica ook, de vindt En die En ja. Maar ze hebben dat niet door. Ja, en dan die ja. vrienden zo, hé, alle man van, je asept wel veel. Oh, nee, nee. En dan uiteindelijk stopt hij. En dan smeekt hij dat je terug begint te ja, drinken. Want nou, fun bobby is niet meer fun. Ah wel, dat was bij ons, dat was bij ons ook zo. smeken is een groot woord, maar toch zei, sprak zij uit van, was, dat ze toch als moskies toch liever een uh, licht benevelde raf had dan de puur nuchtere raf. En dat verstond ik ook wel, want de eerste twee jaar dat ik gestopt was, uh, waren, was waren er donkere wolken in mijn kop eigenlijk. Uh, waren twee moeilijke jaren. Uh, dat is net te gek maar in één keer altijd nuchter te zijn. Dat is echt raar. Ja. Echt om alles in de eerste kei bewust mee te maken. Ja, dat zegt ze. En zo, <laughs> zo door te hebben van ik kan hier niet een klein beetje aan ontsnappen. Zo. Ja. Door er zo'n kleine waas over te hangen ja. dat dat niet, uh, ja. niet hoeft op te vallen. Ja. Ja. Nou, dat is hot. 30 jaar al bezig, hè. oogst is ook de show die jullie aan het spelen waren. Dat je nu hebt uitgesteld. Was dat een soort ook weer 30 jaar op het podium, best of? Klopt dat? Of is dat totaal niet? Nee, nee dat is een best of. Dat is een best of, ja. 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 Zijn dat dan vooral liedjes of is dat ook ja, spelen speler Ja, dat zijn ook? een paar verhalen die, die we aangepast <coughs> hebben. En zo, maar wij ja. kunnen regelmatig hun best of doen, uh, omdat we steunen op de muziek. Hè. Ja. Bepaalde leakers blijven toch, toch wilder blijven spelen. Uh, mm. Je maakt een voorstelling, er zitten zes songs in of zo, en gespeeld die 200 of 250 keren. Uh, komt er een andere voorstelling met andere songs? Je wil, er komt een moment dat je, die, die, de, de, je twee van die zes songs van die vorige voorstelling toch wil blijven spelen. En dat zijn zo de. Daarom doen wij soms ook tournees met, met, met onze band. En dat is dan puur muziek. Als we in toch wel spelen, ja. dan doen wij geen theater. Dan is dat gewoon concert en dan spelen we twee uur een stuk leegjes. Hè. Ja, dat is natuurlijk het goede on liedjes. Hè. Het is, uh, ik zeg het, ik heb als, als comedian in in Sportpaleis een best stof gedaan. Maar dat was eigenlijk als op aanvraag van jongere fans die on the merch tegen mij zeiden, doe de jij dat doe het nog en dan zeg ik zeg ja nee je kent dat toch je kent die mop, dat is niet gelijk een liedje nee. Nee, nee. terwijl dat dat eigenlijk als ik er dan over nadacht omdat ik dat meer en meer kreeg ook dacht van ja maar ik heb wel bepaalde comedy shows echt al twintig keer gezien en ik moet daar nog altijd mee ik kan daar nog altijd mee evenveel plezier naar ja. kijken en hoe cool dat dat is ja. En toen dacht ik, dat is geen idioot idee, ja. maar met songs is dat helemaal, als ja. je hits hebt, ja. die kun je ook draaien, hè? die kun je spelen. Tuurlijk. Dat is, dat is het coole eraan. Ja, dan moet er geen hit zijn zelfs, hè. een leken is zo'n apart, wordt, ja. een apart ja. uh, dingske dat helemaal rond zit, of juist niet rond, maar dat kun je, dat, je kunt dat ook duizend keer spelen. Mm -hmm. Een mop, dus een keer vertellen, is moeilijker eigenlijk. Moeilijker. Je kunt moeilijker. Er leken, echt, er, een leken daar goed in zit, kunnen blijven spelen. Mensen vragen dat soms die ruimte vallen moeten, dan zitten die godsbuik. Oh. Nee, want ik speel dat voor een publiek. En als ik zie dat die, ja, de, 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 de meeste mensen in hun ogen beginnen blinken als ik daar redelijk speel, ja. dan, dan blijf ik dat eerder doen. Je het dertig jaar bezig met je broer? Als jij nu... Dat is een beetje een vraag die ik me mij... altijd af. Als jij nu terug naar uw jongere zelf zou stappen, wat zou jij tegen je eigen zeggen? Met al de ervaring dat jij nu hebt? Dat is een moeilijke vraag. Hè? Zoveel mogelijk bullshit achterwege laten, denk ik. Dat is een, 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 een eeuwig leerproces hè, waar dat in zit. Mm -hmm. Ik had het er straks al over, of een uur geleden, denk ik, over. Uh, Echt in het reine zijn met wat je doet op een podium, waar bijvoorbeeld wat, 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 wat comifo is en wat het ook niet is, dat is nog steeds ondergang, gang. Dat is een, een, een eeuwigdurend proces van, van weerstand tegenover eigen werk, eh, tot, tot het helemaal kunnen omarmen bij bepaalde momenten. Eh, Appreciatie van collega's die iets anders doen, hmm. Jij bijvoorbeeld, uh, je mm -hmm. doet iets helemaal anders, maar ik kan in de zaal zitten en een gezond jaloezie zijn als ik u bezig zie. Uh, en die jaloezie wekt dan even op. Shit, zijn wij dan wel goed bezig? Ja, natuurlijk. er heeft dat niks met te maken, want wij doen iets helemaal anders. Ik bedankt, is dat doe ik wel zo. Ja? Als ik wil zien, denk ik ja. ook. Dat zonk je hierna te doen. Zoals ah, kunnen we dat, hebben. Soms kun je dat maar... hebben. Dus het, het mm -hmm. in het reinen zijn. En dat is. Alleen, ik, heb, ik heb het nu over uw, mijn podiumleven. Maar dat geldt eigenlijk voor alles in het leven. Hè? Mm -hmm. uh, het, in het echt in het reinen geraken met jezelf. Dat is misschien wel de definitie van. Alle, alleen een no ballast en bullshit achterwege te kunnen laten. Zodat, mm -hmm. dat, dat zou ik tegen mijn eigen jongere, ik. Uh, zeggen. Weet wel, jongen. Zijn maar een enkel keer in het reinen. Maar dat kan natuurlijk niet. Hè? Dat is, <laughs> dat is on onmogelijk. Want dan. <laughs> dat zou een standbeeld worden. En Mich, dat frituur, dat gaat je niet doen. <laughs> Ik heb het niet gedaan. <laughs> maar dat blijft ja. mee gaan, dat blijft mee gaan. wie weet, wie weet ooit stonden we er nog met twee zo. Later. Het zou toch wel fun zijn. <laughs> met uw paar erachter zo. Misschien nog een klein mini disco zo voor de lol. Op de aankomst van de ronde van Vlaanderen. Voilà. <laughs> dat zou ons vaderige een grote plezier doen. Ja. Waar, 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 en wij dan nog maar muziek spelen. De, dat zou wat zijn. Mijn god, de cirkel is rond, dames en heren. Raf, uh, doe heel veel groeten aan de Mich. Hè? Het is ook een beetje omwille van COVID-toestanden uh, dat jullie hier niet mee twee zitten. Want ik had het ook leuk gevonden als je er allemaal bad twee wordt. Merci af te komen. Mega cool. Um, is er nog iets dat jij moet pluggen of iets dat je moet zeggen? Iets dat jullie gaan doen, iets dat op til staat, waar mensen voor naar moeten uitkijken. Ja, is dus, gewoon, ik zou heel Gerard zeggen: ja, het is even op mijn geduld hebben, blijkbaar. Hè. Jawel, we vanaf. hebben een liedje over Chris de Bruine geschreven. Ja, uh, voilà. Dat gaan we binnenkort horen. Ja. Trouwens, rest in peace, uh, Chris de Bruine. Mega coole mens. Um, voilà. Dus dat lied zit er aan te komen binnenkort. Uh, wat was zijn titel ook weer? Ofwel is een titel de tijd dringt, ja. ofwel alles om niet alleen te zijn. Vind jij ja, beter? Ik durf die keuze niet maken. Ik ben wel benieuwd. De tijd drinkt is... Directer. Directer, ja. vind ik. Vind ik ook. En klinkt eigenlijk nog meer ja, passend bij de situatie nu. Ja. ja. Als ik het moet zeggen. Ja. De tijd drinkt niet meer nu. Hè. Nee. In ieder geval, merci voor af te komen. Het was, was mega cool. Jij is ook de... Man die in het beste boots draagt, dat ik al ooit heb gezien. Moet ik er ook nog even zachtjes bij zetten. Ah, Ruben, Ruben Blok is ook. Uh, Ruben Blok is ook een nee, hele nee, goede. Nee, dat zijn twee goede nee, bootsdragers. Nee. Dus, nou, die twee man, dat is echt het beste. Ik heb ze nooit zo schoon gedragen als dat wel ze draagt. Misschien is dat ook dat kostuum erboven, dat zal het zijn. Raf Walsgaard, merci om af te komen. super veel succes! We komen elkaar sowieso nog tegen. Absoluut. Als jullie iets nieuw maken of zo, en we zijn terug in normale tijden, dan zou ik heel graag willen dat je iets met twee terug hier komt. Dat doen we zeker. Maken we er een hoop gezelligheid van. Mm. Uh, dat was het weer voor ons voor deze week. Uh, ik ben Alex, dat is Andries. Wij and zijn Welcome to the AA. En volgende week zijn wij er weer terug. When we make Monday great again. The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, ik ben hier al jaren bezorgd. Als het ergens over moet gaan, zijn dit best wel. Naar de feest. Rivers of confusion de. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.